...laatst, Toen was ik in Alkmaar en Alkmaar? toen had ik dus een... Hoezo Alkmaar? Ja. Klimtoon. dus klemtoon: Alkmaar. Ja, precies. Alkmaar, niet Alkmaar. Zo van alsof het. Ik was in Alkmaar, maar. Alkmaar was niet leuk. Nou, ik, 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 ik accepteer jullie expert-functie absoluut niet op het uitspreken van Al Alkmaar. Wacht even, jullie zijn er niet welkom. Nee, nee, We dit is... Dit is toch privé-conversatie? Oké. Okay. Okay. Omdat je jezelf doen. voor de zet met ook maar. <laughs> <laughs> dit mag niet in de intro. Ik haal dit mag niet in de intro. Hey, we zijn er weer met een nieuwe pauwpraat En uh, dat is uh, natuurlijk de podcast waarin je alles te weten komt over videogames en heel veel meer. Bijvoorbeeld hoe je... Uh, Alkmaar uitspreekt. Of is het toch Alkmaar? We zullen het zien. Uh, bij mij zijn aangeschoten... Ik We hebben nog niet aangeschoten. Dus, uh, oh, ah. het, is, het is 5 voor elf en uh, ja. ik heb er, ik Zo, ochtend, nog niet gehad. Nee, dat Wouter en Florian van harte welkom, uh, jongens, dat jullie er zijn. Hallo. We zitten midden in de gamezomer. Zijn ja. we er een beetje hyped voor? Nee? 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 Nou ja, ik weet niet. Ik heb wel leuke dingen langs zien komen, moet ik zeggen. Ik ben niet geheel onder de indruk. Ik ging er eigenlijk een beetje vanuit van... bij gebrek aan E3 dat het echt crappy zou zijn. Maar de vaste gasten komen nog wel langs. En it's fine, I guess. Ik bedoel, ik had er niet veel van verwacht. Dus dat valt mee. Ja, dat is inderdaad waar. Als je E3 verwacht, dan ben je teleurgesteld. Als je niks verwacht, dan is het nog best leuk. Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo dat ook al probeer je lage verwachtingen te houden... Ja. het is toch wel lastig als je in deze ja. periode zit. Dat heb ik, ik in ieder geval wel gemerkt. Ik, ja? ik merk dat ook, hoor. Ik, ik heb toch een beetje die, die soort van E3-vibe. Um, en dat is het gewoon niet. Uh, dus voor mij is het toch een beetje... Het stelt toch een beetje teleurig of zo. Serieus, ik, ik heb het. alleen een E3-vibe als ik in fucking LA zit. En anders komt die ja. vibe gewoon niet. Ja, en anders heb ik een, een soort geleden. van mini-zomerdepressie rond deze tijd... <laughs> oh. <laughs> Toen viel ook weer niet. Dat is al een paar jaar achter elkaar aan, dus. In which ja. is fine. Ik begin eraan te wennen. Maar uh, ik, 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 waar ook, uh, ik heb de puur van deze maand, uh, voor komende maand, wat uitgesteld. Zodat ik een keer wat mee kon nemen van de zomer zeg maar. We hebben echt een, uh, ja. een acht pagina special, zijn we mee bezig. En ik dacht van, nou, acht pagina's is wel genoeg of zo. Dan kun je het wel alles, alles wat er langskomt in bespreken. Maar ik zit echt zo van. Ik al tegen Peter, heb ik net gemeld van hey, uh, dat ene stukje? Uh, misschien toch maar niet. Want ik heb wat meer woorden nodig. Want we zitten al op de, op de 4000 woorden, en dan moet Peters aandeel nog bij. Dus ik, 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 ik vind dat er best wel wat te vertellen valt. Zeg maar. Gewoon games waarvan ik denk. oké okay, Het is niet heel bijzonder, maar ik vind het ook lullig om ze geen aandacht te geven of zo. Want het zijn gewoon. het is niet, weet je, een en al shooter ofzo. Het is niet een en al. Uh, nee. het is een hele verscheidenheid. Grote verscheidenheid aan, aan, aan soorten genres. En, ja, uh, dat is mij ook wel opgevallen. Het is echt heel veel afwisseling in de games die we hebben kunnen zien. Yeah. We gaan er vandaag uh, nou, even uitgebreid doorheen lopen, denk ik. Tenminste, cool. dat lijkt me wel zo leuk. Yeah. Um, tenzij jullie nog wat, uh, wat interessantere dingen te vertellen hebben. Dat, maar dat zien we dan straks wel weer. <laughs> um, laten we beginnen met de comments van de week. Hoppa. Ik, heb ze, en, ik uh, lees ze nu niet meer. Uit zeg maar, zo van. Om, om dan de, de spontaniteit erin te houden. En de, 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 ja. de verrassing, ver, verrassing, zeg maar. Weet je wat jij even moet doen, Wouter? Ja. Stil zijn, want de, de muziek die speelt af. Dit zijn de Ja, lekker Shh. Heb je ja, je hoofd te ja, lang dat ja. muziek duurt of gok je? Of uh, hoe is dat behoorlijk? Ja. Nee, het is wel echt een pure gok. <laughs> uh, ja, uh, iemand die zei toevallig in de comments nog... dat, uh, dat Wouter de hele tijd door de, de comment van de week aan het, uh, aan het doorkleppen was. Ja, maar eigenlijk, eigenlijk cheert is dat gewoon jouw schuld. <laughs> ja, Wat? Okay. Omdat Bang. ik het niet live doe. <laughs> Juist. Ja. Iedereen wil dat jij dit live doet. En jij vertikt het op de een of andere manier. En dan ga je ons in de zijk nemen. als wij door dat muziekje heen praten. die dat, dat, wij echt dat, nooit horen. Gewoon. Dat onzichtbare, onhoorbare, niet bestaande ziek, uh, muziekje. Ja. wat in de edit erin gegooid echt, wordt. Dat muziekje is een myth. <laughs> uh, het is echt. Uh... Nou ja, goed. Mythical creature no one has ever seen it. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ik, uh, ik zal kijken wat ik kan doen. Dat is toch wat je zegt? Als je eigenlijk niks wil doen, maar toch ja. wel mensen het idee wil geven Klopt. dat je naar ze luistert. Ja. Staat op het lijstje, ja. ja. Oké, okay, uh, nou we beginnen meteen met het uh, het, 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 het voice shamen van Wouter. Het okay. wat? Het uh, shamen. Sh sh <laughs> het foy, als in tip oh, oh, shamen ja, okay. van Wouter. Oh, hé, Johnny wacht, Peters. Ik ben, ik ben in de war, want we hebben twee pauwpraatsen opgenomen. Ik dacht dat dit in, zeg maar, de, de pauwpraat was gekomen die we niet hadden. Nou goed, oké. Okay. Wat? Nou ja, nee, we, hebben er, we hebben het er in tweeën. Alle twee hebben het er nog even over gehad. Oh ja, oké. Okay. Het toch wel matig is dat je niet rekening had gehouden met voor je. Oh ja, oké, oké. Nee, dat, dat, dat spijt me ook wel. Johnny Peters die zegt: hij gaat all in naar Turkije en neemt geen pak dollars of lires mee om ze voor je te geven. Daar moet je je echt ja. diep voor schamen. Ja, maar karma heeft het recht gezet... met je switch. En Turkije is 3,5 uur vliegen, maximaal. Nou, <racht> ja. ja, dat okay. was maar vier, Ik people. weet. Okay. Uh, ja, uh, oké, okay. nee. Het uh, geldt alleen. Ik ben onervaren in het All-in. Uh, resorten. Je hebt dat geen Turkjes gegeven. Wat zeg je? je hebt oh, geen ja, je, je, je was er niet bij. Maar Nee, ja, nee ik was ja, maar, zelf wel vreemd. Ja. Geen voorgegeven in een all-in exclusive restaurant waar iedereen echt fucking aardig tegen hem was. Ik ja. dacht allemaal dat het allemaal uit de goedheid van hun ziel was. Nee, ik, ik, ah. ik, ik ben een groot voorstander van voorgeven en ik, ik, ik nog steeds. Het was echt dom van me. Ja. Uh, en om het allemaal nog erger te maken, ik moest zelfs wel een keer pinnen voor de taxi terug. En toen heb ik er niet bij gedacht met mijn domme hoofd van. Hey, misschien moet ik even al die fijne mensen een soort van uh, monetaire uh, hart onder de riem steken. Ik heb er gewoon <laughs> niet aan gedacht en ik vind het echt stom van mezelf. En ik, uh, yes. ik Johnny Peter, of hoe heet hij? Hij heeft gelijk. Johnny Peters, ja, ja, ja. Je hebt helemaal gelijk, Johnny. Hmm. Trouwens, nou, jouw jou, jou, dus jou belichting verandert aanzienlijk afhankelijk van wat, je, wat er op je scherm gebeurt. <laughs> nee, nee. Ik was even met de camera aan het pritsen omdat ik in één keer weer heel oh. um, heel donker uitzag ja klopt ja ja dit is beter dat je we zitten in jouw uh, liefdescrib. liefdesdoosje liefdes, uh, liefdes uh... ja, dit, dit, dit is ja, jouw liefdesmoesje ja, ja, moet, nou <laughs> moet ik het nou echt gaan vertellen oh, je, zit hier, je zat hier gewoon op te wachten ik zei het voor, voor de opname zei ik ja. weet je wat het ding is wij hebben Um, we hebben op de zolder hebben we een logeerkamer. Daar hebben wij een eenpersoonsbed staan. Maar we hadden ook een tweepersoonsbed over. Want wij, wij hadden een nieuw bed gekocht. Dus uh, we hadden nog een bokspringbed. Het is ook zo zonde om het weg te gooien. Want ja. Uh, misschien komt er wel eens iemand op bezoek. En dan heb je het nog eens wat. Ja. Alleen ja. Om nou een tweepersoonsbed ergens neer te zetten. Dat is ook weer zoiets. Weet je. Dus hadden we het op de zolder neer neergezet. Waar eigenlijk het eenpersoonsbed is. Maar hadden we. Het hele box springt er een soort van omheen gebouwd. Maar daardoor was het hele kamertje vol. En dat was eigenlijk al een beetje. Ja, een beetje. Een beetje een reden voor irritatie. Want dat, het ziet er niet uit. Uh, je, je kan er eigenlijk precies niks mee. Je, iemand kon er wel slapen. Maar dan was hij half onder het uh, schuine dak. En we hebben nog een ander uh, slaapkamertje. En daar past hij eigenlijk ook precies in. Maar ja, wat wil je daar nou weer? Nee, dus het andere kamertje, kamertje het groot, een van de grootste kamers in dit huis, die gebruik ik. En ik gebruik eigenlijk maar een klein deel hiervan. En toen zei uh, Theresa, die zei dus: Ja, kunnen we dat bed niet daar neerzetten? Ja, en dan zeg ik, dan zit ik hier straks met een bed op de achtergrond. Wat is dat nou? Dat is toch, Heel intiem, dat is is het. Is toch niet professioneel? Maar... En toen zei ze: Nou, dan maken we er een bank van. Ik zei, hoe wil je er een bank van maken? Dat zit niet eens lekker. Het lijkt ook gewoon niet goed. op een bank, to be honest. Dus uh, toen hebben we er een, uh, een bank van gemaakt. Maar goed, het ziet er nog steeds uit als een bed uiteindelijk. Ik, je kan er wel bankdingen op doen, zoals ze zitten. Er zit een ja. soort van, je nou kan ja, er wel bankdingen het's... op doen, zoals sippen. <laughs> dus nu zit er op de achtergrond is een soort van halfslachtige nepbank. Die eruit ziet als een bed. Dus dan heb ik alsnog een bed op de achtergrond. Nou ja. Um, het, nice. het, het positieve ding hieraan is dat we toch een plek hebben gevonden. voor het bed. Lang vooral kort. Welkom ja. in Where the Magic Happens. <hijs> nee, maar er gebeurt toch letterlijk niks. behalve dan. Geen uh, dingen. Uh, 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 misschien een Misschien eventueel dutje wat ik kan doen tussen de bedrijven door. Maar ja, dan gebruik je het dus niet als bank, maar meer als bed. Um, ja. Dat dus. Um, misschien moet ik het toch niet. Mag ik een keer bij je logeerd Ik heb uh, veel kamer. Ja, je kan, je horen. kan dus, ja, zeker, zeker. Je kan dus uh, op de, deze bedbank slapen, maar je kan ook boven in een tweepersoonsbed slapen. Nou hier, wat een luxe. Over de data ja. luxe. Dat klinkt echt als een ja, soort van, cissie. oh, we hebben te veel bedden en te veel kamers. Uh, wow me. <laughs> <laughs> Ja, ja uh, voor de mensen die dit luisteren en uh, toch een idee willen hebben hoe het eruit ziet, je kan ook gewoon naar ons YouTube kanaal gaan uh, van Power Limited en dan uh, uh, kan je het ook bekijken of gewoon op pw.nl bij de oh. podcast. Um, oh, sorry. Ja, okay. ik, ik zat er echt, ik, nou goed, <laughs> ik snapte niet wat je. <laughs> ik dacht, is er een, is er een zeg maar de game room van de uh, cheat editie uh, of zo? Nee. 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 Ik probeer het met alle macht tegen te houden. Want ik uh, ben iemand die eigenlijk helemaal niks verzamelt. Oh. Dus um, ja, dat, dat zou echt een heel zielig itempje worden. Um, Jan David die zegt: heerlijke podcast weer. Luister heel graag naar zowel de dark side als de light side. Wil Wouter toch een beetje opbeuren naar aanleiding van de comments? Vanaf hier alleen maar liefde, dude en een box. Ik nou, luister hey. graag naar jullie allen. Ik vind het tof dat er elke keer drie verschillende persoonlijkheden zitten. En dat houdt de podcast leuk, zegt John David. Nou, Wouter, die kan je in je zak steken. Toppie. Hey, die achtbaan zonder, zonder uh, jou is een achtbaan zonder kots, zeg maar. Dat had je net de vorige keer verteld. <laughs> dat was ik alweer vergeten. Het is wel, wel, wel goed om te, te merken dat ik gewoon uh, eigenlijk wel goed ben geworden. naar... We hadden het er net met uh, Florian over. Echt 16,5 jaar ben ik inmiddels wel goed geworden. in het zeg maar van me afschudden van negatieve comments. Uh, <laughs> zo te horen. Want dit was ik echt volledig ja. weer vergeten. Maar like, uh, uh, originele manier. Bijna net zo origineel als de allereerste jouw Post. waarin ik. Uh, uh, ook volledig erop het bord werd afgezeken. Door, uh, op een hele creatieve wijze. En, da en dan is het ja. leuk. Dan is het leuk, weet je. En dan vind ik <laughs> het gewoon <wel> leuk. <laughs> Creatief afzeiken is wel leuk. Ja ja, 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 Maar dat was wel grappig. Want dat was een van de eerste afleveringen van jouw post. en daar werd je volledig in afgezeken. en vervolgens. Dacht iedereen van, oh, nou dat kan ik ook wel. Ja. Dus toen werd het uiteindelijk een soort van een meme. Dat iedereen die wat opstuurde, die, die wilde per se Wouter afzeiken. Ja, maar om eerlijk te zijn, niemand was zo goed uh, als die eerste. En op een gegeven moment begon ik er nee. een beetje klaar mee te worden. Ofzo. Uh, niet, dat ik ja, niet dat ik weet in welke aflevering dat precies was. Maar er was een punt dat ik dacht: van, oké, okay, nou is het misschien niet zo grappig meer. En toen begon nee, we ook niet precies. meer die brieven voorlezen. Dus gelukkig. Nee. Um, Nadat mijn ego maar, volledig uh, geshatterd was. <laughs> ja, nou, dat gelooft dus echt niemand. Nee. Um, er zijn nog twee uh, comments van de week. En eentje is uh, voor, van uh, TP Power. Die zegt... Hoi, ik heb een vraag. Op de doos van de PlayStation 5 staat dat hij 120 fps kan draaien. En 4K tegelijkertijd. Hoe kan het dat ik dat, daar nooit in-game met mijn play PlayStation 5... ...heb gezien, denk ik dan. Ligt dat aan mij of hebben jullie dat ook? Want als ik niet de enige ben... ...zijn we op dit moment eigenlijk nog gewoon... ...een beetje gescamd. Ja. <laughs> ah, Oftewel, een... hij, heeft nog, hij heeft nog nooit gezien... ...dat een game hmm. en 4K en 120 fps... ...kan draaien. Uh, Florian, hoe kan hmm. dit? Ja, weet je, ergens heeft hij technisch gezien gelijk, want volgens mij zijn er nog geen games die in nete 4K draaien met 120 frames per seconde. Uh, misschien is er ergens een, een indie titeltje die ik ben vergeten. Uh, maar de meeste games die draaien zeg maar in upscaled 4K 120, uh, of zelfs in Full HD 120. Dus als die dat bedoelt, dan ja, dan heeft hij gelijk. Uh, als die iets anders bedoelt, en dan denk ik dat ze tv er geen ondersteuning voor heeft dan zit je inderdaad vast aan 4K60 of Full HD 120. Uh, en dan kan ja. 4K120 niet samen inderdaad, omdat je daar HDMI 2.1 voor nodig hebt. En dus een, een, een vrij nieuwe televisie. Uh, dus het is een beetje afhankelijk van wat hij bedoelt. Eigenlijk. Ja, precies. Maar uiteindelijk is het natuurlijk. Uh, kijk, de, op, in de, de PlayStation 5 kan natuurlijk in theorie wel een game draaien op 120 ja. FPS met een, een, een 4K-resolutie. Dus Zeker. Uh, het, is, het is een mogelijkheid. Dus ze, ze scammen niet. Ze liegen ook niet. Nee. Alleen ja, het, hij heeft wel een punt dat er gewoon op het moment, op het moment gewoon geen of in ieder geval heel weinig games zijn. Ja. Die, die dat ook daadwerkelijk benutten. Ik vind het Precies, wel want, want inderdaad, als, als er games zijn die wel die 120 frames ondersteunen... Uh, dan gaat de resolutie vaak naar beneden. Dus dan zit je inderdaad op, op 1440p of misschien zelfs Full HD. Uh, dus wat dat betreft heeft hij zeker gelijk. Maar het is eigenlijk wel grappig dat hij dat zegt... omdat uh, laatst zag ik iemand anders uh, iets anders zeggen... over wat er op de doos van de PS5 staat. En daar worden we wel een beetje gescamd, zoals hij zelf zegt. Oh, serieus? Uh, er staat namelijk 8K ook op de PlayStation 5-doos. Uh, oh, serieus? In theorie, uh, weet je, de PlayStation 5 heeft gewoon een HDMI 2.1 chipset. En dus zou ja. die ook 8K-games kunnen laten zien op een 8K-scherm. Uh, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Er zijn nog geen games die boven de 4K-resolutie komen. En dat is wel een beetje gek, omdat dat staat wel echt op de doos. Um, maar goed, dat is ook een beetje een toekomstding. Het is meer gewoon dat er ondersteuning in zit, omdat er HDMI 2.1-support ja, in zit. Dus dat zou ook 8K wel Ready al moeten lullen. staan. Het is deze... ja, zoiets zo inderdaad, 8K Ready, inderdaad. Um, ja. Maar ja, dus brief, dat, zeg. Dat, is, dat is eigenlijk <laughs> wel een, een gek ding. Maar ja, 4K120, het is maar net hoe je dat, hoe je dat bekijkt. Kijk, je, natuurlijk, je kan 4K als de nete 4K, dat dat het enige 4K is natuurlijk. Maar ja, um, wat, wat, wat in de toekomst natuurlijk ook wel kan, is die, uh, die fidelity ja. update ja. Uh, die we gaan krijgen. En ik, ik, het lijkt mij dat we dat binnenkort gaan zien, toch Florian? Zeker. AMD die, uh, dat... maakt daar uh, mooie stappen mee. Uh, net als ja. Nvidia trouwens met, uh, met hun eigen ding. Maar dat is inderdaad die, uh, <coughs> die speciale upscale techniek. Uh, waarin haar AI wordt gebruikt om, uh, om games te upscalen. En dat werkt echt heel erg goed. Waardoor je dus intern de game in een lagere resolutie kan draaien. Uh, dan gaat die AMD of NVIDIA software gaat daar overheen. En dan ziet het eruit alsof die bijna in, in native, nou ja, een veel hogere resolutie draait. Dus dat is zeker ja, een hele mooie techniek die ook nog naar de next-gen consoles gaat komen. Ja, zeker. Ja, dat is dus uh, DLSS op de NVIDIA chipsets en, uh, en ja. Fidelity X, geloof ik, op de AMD chipsets. Dus Klopt. die zorgen er eigenlijk voor dat wij uh, nog veel langer van de PlayStation 5 kunnen gaan genieten. Omdat die uh, ja. die update krijgt en daardoor eigenlijk gewoon in 4K kunnen gamen met dan waarschijnlijk 120 fps, misschien wel. Misschien wel, ja. ja. En dan ja. Zal, het, zal het op het begin wel om iets simpelere games gaan. Um, maar die techniek is, uh, is, is heel vet, absoluut. Ja, zeker dan de, de grotere games, die zullen daar dan ook wel echt alles aan doen om daar alles ja. uit te gaan halen, denk ik. Ja. Um, Een het, het tweede vraagje eigenlijk voor Florian is van Andreas. En die zegt: uh, Vraagje voor Florian, het lijkt erop dat ze toch de Shimmering issues hebben gefixt oh, in oh, Forbidden shit. West. Oh, die ja, we hadden 1. het nog over voordat patch. de uh, Record-knop oh. aanging. Ja hoor. Kan jij dat bevestigen? Nou, ik, ik, ik kan zelf bevestigen dat het uh, inderdaad uh, zo is. Want ik, ik speel die game nog steeds. Mm -hmm. ik, ik ben nu eigenlijk... Ik moet de laatste missie nog beginnen. Ik ook. Maar ja. ik ben nu eigenlijk bezig om die side-missies allemaal te, te doen. Ja, maar je ja, krijgt zo'n warning, de... toch? Van, hé, vanaf dit punt... Zoals ja, ja, elke precies. goede open wereld game uh, zou moeten hebben. Vanaf dit punt uh, zou ik maar even kijken... of je nog uh, wat onopgeloste zaken moet... Uh, ja. Ja. Yeah. Maar uh, ja. ik, ik heb toevallig net de afgelopen week niet die game uh, gestart. Terwijl het echt een soort van go-to game is. Uh, waar, waar ik uh, regelmatig uh, naartoe flip. En dit keer ja. toevallig niet. Maar, maar Florian is uh, heel erg enthousiast. Niet Florian? Oh, oh, oh ontzettend enthousiast. Uh, nee. Even resumerend: um, die game kwam uit. En uh, de ontwikkelaar die had gezegd dat ze een nieuwe techniek gebruikten voor upscaling. Um, en waarom ze dat hebben gedaan, dat is nog steeds niet duidelijk. Uh, maar het is wel duidelijk dat de techniek die ze gebruikte... Uh, niet bepaald het gewenste effect had. Uh, en dan vooral op, uh, op OLED-televisies, leek het. Um, waarin ze eigenlijk um, een tweede frame gebruikten... als een soort van upscale techniek. Uh, en daardoor kreeg je inderdaad wat, wat, wat de comment van de week... Sorry, ik ben even zijn naam kwijt. Um, Andreas. Andreas uh, het al over heeft. Dan krijg je Shimmer. En dat ze eigenlijk gewoon, vooral op planten was dat heel erg te zien. Uh, waardoor het alles heel erg korrelig werd, zeg maar. Alles wat beweegt werd heel erg korrelig. Um, en eigenlijk vanaf het moment dat die game uitkwam en ik die game opzette, zei ik, oeh, dit is niet helemaal oké. Okay. Um, en sterker nog, niet helemaal oké okay was voor mij een understatement, want ik ben echt gestopt met spelen. Um, in 60 fps vond ik het echt niet te doen door die shimmering. Ja. En terug naar 30 fps vond ik ook wel weer... Uh... Een stapje te ver. Ja, dat was, dat was te veel. Dat, dat kon ik ook niet aan. Nee. Ik, ik kon daar niet meer aan, aan wennen. Ik kon niet meer terug. Ik, ik was verwend. Ja, en dus ik dacht was... ik, ja, ik, ik hoop dat Gorilla dit, dit kan fixen. Uh, en dat heeft maanden geduurd. En ze hebben het eerst geprobeerd te fixen met allerlei andere updates. Dus echt updates aan de upscale techniek die ze gebruikten. En ja, daar zit wel verbetering in, maar het, uh, het kwam nooit op het niveau waarop het zou moeten zitten. Um, en, en gelukkig hebben ze bedacht: van oké, okay, dan gaan we deze hele techniek schrappen. We gaan terug naar een soort van oudere techniek die ze ook hebben gebruikt voor, voor vorige games. Uh, zoals de eerste Horizon. Um, maar ook in, in andere games, zoals Death Training, die natuurlijk die Decima Engine gebruikt. Um, en nu eindelijk hebben ze een, een, een goede upscale techniek gebruikt. Um, een goede anti-aliasing. En het ziet er echt. Bluffend mooi uit nu. Uh, ik was op vakantie en een dag voor het einde van mijn vakantie stroomde mijn inbox vol met mensen die zeiden huh, ze hebben het daadwerkelijk gefixt. En ik dacht van mm, oké, okay, ik, ik wil dat eerst graag zien voordat ik dat geloof. Jij gelooft het eigenlijk al niet meer hè? Ik geloofde dat niet. nee. ik, ik dacht echt van oké okay, als je, ja, dan, veel, je hebt een half een moment... jaar doet of zo om, om dit te fixen, dan ja. kan je het niet meer fixen of je gaat het niet meer fixen. Hey, want je zei op een gegeven moment van, nou, dit, dit valt eigenlijk niet meer te fixen. Er is een soort van probleem waar ja. ze niks meer mee kunnen doen. Ik, ik, ik geloofde op een gegeven moment, omdat het zo lang duurde dat het te veel werk zou zijn om dat helemaal om te gooien. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ze dat ook een tijd gedacht hebben. En, en hebben gehoopt van misschien kunnen we het wel aanpassen door uh, deze techniek te fine-tunen. Uh, en uiteindelijk is dat gewoon niet gelukt. De community die bleef zeiken terecht. Uh, mm. Dat het er niet uitziet. En uiteindelijk hebben ze toch ja, een grote update uitgebracht. En dat echt helemaal omgegooid. En oh man, als ik nu die game speel op mijn OLED in 60 frames. Ik word helemaal gek. Ik ben echt een, 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 een graphics liefhebber. <laughs> ik wilde een <laughs> ander woord zeggen. Yep. Um, uh, en en deze game voedt mijn, mijn eye candy um, als een malle, echt. Die game ziet er. Zo mooi uit. Het is echt insane. Ik denk niet dat er een andere, mooiere open wereld game is dan deze Horizon. En het ik komt er zo eindelijk uit. Nu. Fuck me. Ik, ik, ja, ik, het, omdat ik zeg maar geen probleem had met hoe die game er eerst uitzag, niet grote problemen in ieder geval, hmm. ben, ben ik zelfs benieuwd of ik überhaupt verschil zie. Maar ik word dat, gek als je het niet ziet. Serieus. Nee, dat ik, ik, denk, ik bedoel, zo blind ben ik ook alweer niet. Dat, dat, dat lijkt me sterk. Het, maar, het beeld is nu zo stabiel, echt. En die framerate is zo stabiel. Ja, dit is, dit is eigenlijk gewoon hoe die game had uit moeten komen. En ik begrijp wel dat dat ook niet kan tegenwoordig. Het kost allemaal een hoop knaken. Uh, en het, het heeft absoluut veel te lang geduurd. Laten we dat voorop stellen. Uh, ja. Maar de manier waarop ze het hebben gefixt en hoe het er nu uitziet, het is echt... Ja, mijn mond valt nog steeds open na, weet ik veel, 40, 50 uur spelen, jongen. Het is echt fantastisch. Oké, okay, maar je bent ik dus nu volledig ook in... Uh, ja, ik West echt, ja, ik ben helemaal verslaafd, Ik nice. <laughs> ben je... helemaal verslaafd. Nice. Het is, het is zo'n heerlijke game. Maar had, uh, had het je is... het uiteindelijk best wel ver, ver gespeeld nog... voordat, je, voordat deze update <clears throat> kwam? Of was je ik, echt... had, uh, ik had een uurtje of... Uh, ik denk een uur of vijf of zo had ik gespeeld. Oh, echt? Oh, en, oh, no, en, okay. toen, en toen dacht ik echt... Ik erger me zo aan die shimmering. Ik ga het gewoon stopzetten. Met pijn in mijn hart, want ik vond het echt, echt een vette game, maar... Dit gewoon pijn in mijn ogen. Um, en ik ben helemaal opnieuw begonnen. Dus ik heb echt mijn save data gewist. Gewoon opnieuw. Wat? Uh, en ik heb daar geen seconde spijt van gehad. <laughs> Dude, maar die eerste vijf uur. Die kan je echt wel makkelijk gewoon uh, skippen hoor. Sure, maar ik. Geen probleem. Ik bedoel, het was een half jaar geleden. Okay. Ik, wist, ik wist daar niks meer van. Ik ken uh... niemand die zo. Zoveel tijd verkwist in dit soort shit als jij. Het is echt <laughs> ongelooflijk hoeveel tijd jij steekt in games. die je eigenlijk al lang en breed veel hebt gespeeld. maar toch nog weer die, die Platinum wil halen. Ja, gebeurt of zeker. laten we het maar niet hebben over Jurassic World. Ja, uh, of evolutions. Vampire Survivors. Holy shit, man. Dat <laughs> oh is echt ongelooflijk. <laughs> <laughs> Soms dan, lijkt het net alsof jij een tijdmachine hebt of zo. Dat jij gewoon... Ja, het goed, dat, dat jou allemaal geen fuck uitmaakt... omdat je toch wel een tijdmachine hebt. Ja, die hyperponic Time Chamber... waar je... ik echt al fucking ja. jaren <laughs> ja. naar verlang. Maar die heb jij gewoon. Ik wil, mag Klopt. hem lenen. En die, die gebruik ik uh, ja, praktisch iedere nacht. En dan zet ik even de tijd stil... en dan uh, ga ik gamen als een malle. Ja. Fucking Plot. chill, man. Maar Vampire ja, Survivors, uh, daar ben ik ook... Ik, het gekke is, ik, ik snap helemaal wat je vindt van Far Cry Survivors, en ik ben er ook een paar mm. keer uh, fucking hoek daar geweest. Mm. En dan vergeet ik dat die game bestaat voor uh, huh? een week of zo. Ja, dan? I don't know. ik weet het ook This niet. Ik ben echt helemaal zo van, ah, ik droom maar, over die shit echt. Ja, ik snap het ook. <laughs> en en ben ik, ik ben ook helemaal om die game dan een paar uur aan het spelen en ook laatst weer op stream. En, mm -hmm. uh, ja, en dan... dit, dit, dit is wel leuk, want ik, jij, jij streamde het en toen kon ik dus eindelijk zien. Wat er bedoeld werd. Ja. Zeg maar, ik, ik, natuurlijk, je, je, je legt het uit hoe die game eruit is, ziet en het hoe lastig, het werkt. Dat is om uit te leggen, ja. Maar het is, als je het ziet, dan denk je pas: oh, Dan valt het okay. kort ja. 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 En laatst ontdekte ik dus bijvoorbeeld: want je hebt, uh, je, je hebt dan van een soort van achievements en daar kun je nieuwe dingen mee unlokken. Ja. En dan stond er van, ja, um, speel dit gebied uit of zo. Of, of, of speel dit gebied tien uh, minuten lang. En dan denk ik van, dat gebied moet ik dan ergens naartoe lopen of zo. Dus ik mm -hmm. dan de hele tijd in het, in het eerste level naar links lopen. Van, nou, dan kom ik er vast vanzelf wel. En dan blijkt <laughs> dat je gewoon nieuwe gebieden kan ontlakken hey. En dan denk what the fuck? Ja, het is gewoon, en ook niet één nieuw gebied, maar echt, nope. wat? Vier of vijf of zo? dus ik echt in, dacht van, Nou, ik, ik kan al hoek dan die game zijn in dat, in dat ene woud waar het in begint, zeg maar. Uh, ja. en, en dan steeds weer nieuwe characters en, en um, ja, heel veel nieuwe wapens. En, uh, het is echt crazy hoeveel content erin zit. Want het is ik, natuurlijk ik, ik, ook... moet, ik moet één vraag stellen, Wouter. Nou, zeg het. Heb je een map gevonden? Ja. Zeker. Ja, okay, ja, ja, ja. De, ma de map heb je. Okay. Ja. Dus je kan, je kan in ieder geval in elk level zien wat je kan vinden daar. Right? Precies. En okay, dat zorgt toll. ook okay, weer toll. voor een nieuwe dimensie. Zo van, nou ben ik niet meer zonder doel. Nu, kan ik, uh, nu ga ik specifiek daar naartoe lopen. Ja. Want ja. je kunt ook besluiten om gewoon alleen maar een beetje rond te lopen... en al die beesten dood te maken en up te graden... en dan gewoon de Natuurlijk. tijd vol te maken. Maar Zeker. het is veel leuker om zeg maar, ergens specifiek naartoe te lopen... Want dan moet je ook beslissingen maken: van, oh, ga ik nog, te, nog terug voor dat klein beetje experience? Of loop ik gewoon door? En ja. het ding van dat je, als je een kant op loopt zorgt er wel voor dat je minder snel levelt. Natuurlijk. Want dan ben je daar. Minder, dus het is allemaal, ja. allemaal van die micro-decisions die je moet maken. <laughs> oh, wat lekker dit. Constant. <laughs> en het is heel bijzonder dat dat zo uh, verslavend werkt. Maar ik kan niet anders zeggen. Ik bedoel. Ja. Ik weet dat uh, Martin er nooit gek op is om uh, games verslavend te noemen, maar sommige games zijn dat gewoon. Dat kun je niet zoveel, ja, dat kun je moeilijk weer leggen, zeg maar. Precies, dat is de ja. kracht van de game, dat je gewoon nog een potje wil. En het is heel laagdrempelig, omdat het iedere keer maximaal een half uurtje duurt. Ja. Uh, en daardoor denk je ook gewoon inderdaad heel snel van, oké, ik, ik doe nog één potje. Uh, ja. Maar één potje worden al snel vijf potjes en je bent dus tweeënhalf uur verder. Uh, ja, maar dat was het ik... ding dus, want ik, ik, ik wilde, ik moest, uh, we zou een Mass Effect 2 streamen worden en ik zei, ja weet je, ik zat hier uh, op mijn computer voordat de stream begon en ik weet, de titel is Mass Effect 2, <laughs> maar <laughs> ik ben nu uh, Vampire 5 aan het spelen en, uh, <laughs> en, en dat is ook een game die mijn PC, die al inmiddels op zijn laatste pootjes loopt. Uh, hm. die, geen die, probleem. No ja. Die kan er nog wel aan en streamen tegelijk zeg maar, dat is geen enkel oh, probleem. Oh ja, oké, okay, ja. Yeah. Uh, dus dus uh, ik was één potje aan het doen. En toen dacht ah, nog één potje. Hey, wat? Ik heb een uh, nieuwe omgeving al lak Weet je, ik moet nog een potje. Ik moet even die nieuwe omgeving in checken. <laughs> dus uh, voordat je het wist, was het vier potjes. <laughs> ja. Oké. Okay. Het is zo meestal. We gaan het hebben over de gamezomer. Oh! Tjits, <laughs> ja, <is> klaar mee. Anders <laughs> nou. <laughs> wordt well, Vampire Survivors de nieuwe Jurassic World Evolution 2. Ja, ja maar, maar dat, 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 daar zorg ik wel voor. Echt, maak je geen zorgen. Tjits, betaal er die 2,40 nou gewoon even. Ja, doe nou even Tjits. <laughs> <laughs> Ja. Ja, ja, ja. En, en ja, ja, alle ja, luisteraars okay, zijn ook. Moet, Doe nog even. Ik moet wel zeggen dat um, ik, ik ben wel over. Toen ik jouw stream zag, toen dacht ik wel van, oh, yes, oh wacht even. Yes. Ja, oké. Okay. Ja, ik nee, hoop dat ja, ik meer ja. mensen overtuigd heb. Er is trouwens een expansion voor uh, Jurassic World Evolution 2. Maak me gek, shit, Vertel me er alles over. Ja. Yeah. Dominion Biosyn Expansion is dat. Oh, dat okay. is gebaseerd op die nieuwe film natuurlijk... die echt best wel matig is. Maar dat was Fallen Kingdom ook al... Uh, yeah, uiteraard. Okay. Maar, okay, ja, uiteraard. Oké. Maar oké, wat zit erin? Um, even kijken. Um, features a wealth of new content... inspired Yo. by the epic cinematic events... of the much-loved franchise's latest installment... Hmm. Ja, dat is wel grappig. In the much, the, the, the in franchise is much loved. The latest installment, yeah. though. Mm, <laughs> not so much. Nee, <laughs> nee, of oh ja, yeah, yeah, inderdaad. Er staat hier... In the gripping new campaign narrative... of oh. Jurassic World Evolution 2... Dominion <gasps> Biosyn Expansion... that the expands gripping. the Jurassic World... Dominion story... players will team up with a star-studded cast... of characters from across the franchise... including oh. Dr. Alan Grant... Voiced by Sam Neill, mm. Dr. Ellie Sattler, voiced yeah, okay. by Ox okay, Oscar winner yeah. Laura yeah. yeah, yeah, yeah. aspiring Modern, park yeah. managers and seasoned players alike will revel in the campaign's authenticity mm. as they oversee construction of the high-tech Biosyn Genetics facility in a breathtaking new valley environment, complete with a full range of new Biosyn. Oké, okay. okay, jij okay. vond het zo'n groot probleem dat we het hele over Jurassic World Evolution 2 hadden... Ja, nu zit je letterlijk een persbericht van Jurassic <laughs> World Evolution 2 voor te en lezen. Het, en en dat is een prachtig ding. <laughs> ik, uh, <laughs> het, het klinkt fantastisch. En, ja, uh, ja ik maar zeg, ik zeg ik zeg bij deze dus we hoeven het er uh, verder niet over te hebben. Ja. <laughs> ja, ja, ik ja, ik snap even niet waarom uh, ik... Uh, maar is het betaald? Betaalde Erron of is er gratis Erron? on even kijken. Het staat ongetwijfeld ook in het persbericht. Want de vorige keer kreeg ik. Nee, het kost wel, ja. Ja, precies. Want de vorige keer, de vorige add-on, en dat was echt een paar skins voor een paar dino's. Kreeg ik echt een soort van code en alles van die mensen. Zo van, nee, we het. En ik zei: oh, maar ja, hier heb je links naar 15 verhaalpraats die we hebben gedaan over Juffie's Evolution. <laughs> ja, precies. Ga maar 30 uur aan, uh, aan PowerPraat luisteren. Ja, maar en dit, maar uh, en hier heb ik kijk, nog geen uh, bericht uh, van. Uh, suggested retail price of uh, 1999. Oké. Okay. Geen okay. geld. Voor uh, ja, het? Wel. Het is een nieuwe campaign 20, en het is 20 een nieuwe... euro voor een DLC. Ja, ja, uh, ik, 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 ik was heel hyped toen ik dacht dat het gratis was. En nu denk ik. Hmm. <laughs> hmm. Nou ja, ja, even checken maar. Oké, okay, we gaan het hebben over de gamezomer. All right. Um, ja, we hadden het er net al even over. Um, dat het misschien soort van tegenvalt, maar tegelijkertijd ook weer niet. Hè? Als ik dat een <laughs> beetje samen mag, mag vatten in de, op deze manier. Mm -hmm. uh, we begonnen natuurlijk uh, vorige week donderdag met uh, de Summer Game Fest van Jeff Keighley. Yep. En um, dat was wel... Als ik het maar mag samenvatten in een. Um, één korte zin, teleurstellende presentatie. Weet je hoe uh, Peter ja. Koenenwaard? heeft een stukje over geschreven. Want het leek me excellent om hem zeg maar, daarover te uh, laten schrijven. Want mm -hmm. <laughs> Peter Koenenwaard heeft een soort van. ja, sarcastisch, soort van humor. dat toch enthousiast ja. is of zo. Uh, mm -hmm. en niet, niet al te zuur. Hij, hij, hij is sarcastisch, maar hij wordt nooit te zuur. Je hebt nooit zoiets van, jee, maar ja. ben jij een zure gast? Dus hij zegt, uh, minder vette games, wel meer vette cringe. <laughs> <laughs> en hij zegt van, uh, iedereen's favoriete man Jeff Keely startte triomfantelijk zijn livestream. Uh, en inderdaad, Jeff Keighley, ik kan die gast moeilijk hebben, man. Ik word echt niet blij van hem en zijn fucking extreem boring-ass en, en zijn een ja. beetje lamme manier van presenteren. En hij kan ja. niet heel goed met mensen omgaan... heb ik altijd het gevoel als hij met mensen praat. Het is altijd uh, awkward. Het is altijd heel licht awkward. En het ja. maakt niet uit hoeveel ervaring die man heeft... Nou. Het, het wordt niet minder awkward of zo. Hij heeft altijd uh, moeite ook om zijn spotlight te delen, heb ik altijd het gevoel. Als er iemand bij komt, dan heeft hij zo van: nou, het moet maar dan. Ja, ik, ik stel een paar verplichte vragen. En oh ja, als je een grapje maakt, dan, dan heb ik dat amper door, maar ik lach wel of zo. Ja. En ik, ik, ik vind ook die manier waarop hij zeg maar um, inderdaad die dealtjes. Natuurlijk moet hij deals maken om überhaupt dit festijn door te laten gaan. Maar je merkt aan alles dat hij heel erg... Um, bij sommige mensen waar ik bij moet... dat hij wel bij hun in de hol kruipt of zo. En ik weet niet, ik, ja. ik vind het moeilijk. En wat ik nog erger vond is dat... Ik, ben, ik heb ook die... Netflix heeft dan zo'n hele geek week. Um, noemen ze het geeked week. Uh, en yeah. die hebben dan... elke dag hebben ze wel iets... wat ik best wel een goede initiatief van ze vind. En best wel indrukwekkend ook hoeveel livestreams... van anderhalf uur per stuk... elke dag, een week lang... <laughs> toen kwam de fucking games uh, sectie ervan uh, op vrijdag. <gacht> en toen was het weer fucking Jeff Keely. Mocht toen hij weer ik, komen ja, opdragen. Ja. ja, toen dacht ik, damn it, heb je oh. hem weer. Maar voor de rest van alle streams die er waren de afgelopen weken... vond ik uh, inderdaad de Summer Game Fest kick-off misschien wel het minst boeiend of zo. Ja, ik, ik, ik had eigenlijk veel meer verwacht ook. En waarom? Uh, ik, ik snap ook... <laughs> nou, Waarom? gewoon omdat het, uh, omdat het Jeff Keely is en die heeft tijdens de Game Awards meestal echt wel hele toffe dingen. Precies, hij doet natuurlijk altijd die show um, inderdaad in december en dat is yeah, wel is altijd, altijd aardig knallen. Yeah. Um, en, en dat had ik ook een beetje, dat ik een beetje diezelfde vibe in mijn hoofd had. Um, maar ja. zo'n grote show was het zeker niet. Uh, en nee. inderdaad, als je dan ook nog een beetje het soort van die E3-verwachting hebt, dan, oe, dan valt het echt tegen. En, yeah. en dat moeten we ook niet vergeten natuurlijk, Jeff die had natuurlijk niet echt mazzel met het uitlekken van The Last of Us. Wat zijn, zijn klapper van de show had moeten zijn. Um, yeah. Wat ten eerste al een beetje van oké, okay, waarom moet een remake de klapper van je show zijn? Daar is sowieso iets mee mis. Uh, maar yeah. als die dan ook nog een dag van tevoren uitlekt. Ai, ai, ai. dan heb ik toch ook wel een beetje met, met Jeff te doen. En ik ben het wel met... met het, was, nou, het was een uur van tevoren of zo. Het was echt ja. vlak tevoren. Ja, ja, het was ja maar dat tevoren. niet alleen. Het is niet alleen een remake. Het is ook nog een remake van een remaster. Dus het is eigenlijk een vrij uniek gegeven. het is niet eens een ja. remake, toch? Het is toch je eigenlijk wel, een Jawel, oh, okay. yeah. uh, okay. Een luxe remaster. Ja. Nee, nee, nee. nee. Mm, een luxe remaster <laughs> zou ik ook <laughs> nog wel in meegaan. <laughs> dat nou. mag je niet, De laatste van part One. Luxe Luxe de, de luxe remaster. <laughs> ja. ja, nee, fair enough, inderdaad. Het is niet echt, echt een remake, maar het is ook niet een, een simpele remaster. Dus ja, en maar ze weten cool. wel precies wat ze moeten zeggen. Want het enige wat je moet zeggen om een zeg maar, remake te um, verantwoorden is van... Uh, it was rebuilt from the ground up. Ja, dan, dat klopt. Als je dat zegt, dan is het een rem remake, zeg maar. Dan is het ja. een remaster. Ja. En, het enige waar ik wel echt enthousiast over ben... Uh, laten we daar inderdaad we gewoon mee beginnen, die Last versus uh, Luxe Remake Master. <laughs> ja. um, het feit dat de gameplay uh, wordt naar Part 2 wordt toegetrokken eigenlijk. Dus um, mm -hmm. wat we daarin zagen, dat je dat ook in die uh, Part 1 ziet. Mm -hmm. Dus de omgevingen worden ietsje uitgebreid, zodat je daar ook wat meer gebruik van kan maken, lijkt mij. Um, maar over het algemeen denk ik dat um, die game was natuurlijk helemaal niet gemaakt voor. ...die type gameplay. Dus... ...ik denk dat je er alsnog... ...niet zo heel veel aan gaat hebben. Mm. Qua gameplay uh, gezien... ...niet, nee. Nee, van die, die, die gameplay opties. Uh, Klopt. Dus dat, dat is aan de ene kant wel jammer... ...want, want The Last of Us Part 2 had echt... ...hele vette setpieces... ...gewoon gemaakt... ...precies om gewoon die stealth... ...actie gameplay van... van de, de, ja. ...die The Last of Us Part 2 zo... Vet maken, mijn optiek. En het ding was ook um, dat ze meerdere verdiepingen was, ook een van de dingen die ze sowieso niet gaan, uh, uh, gaan niet kunnen overzetten. Ja, dat deden ze heel erg in deel 2, inderdaad. Ja, maar ik kan me ja. wel een paar instances, uh, zoals bijvoorbeeld een boekenwinkel, die ik me kan herinneren. Volgens mij was dat deel 1. Die was ook volgens mij meerdere verdieping. Dus het zou kunnen dat ze daar dat ze dat ook nog zouden kunnen. Maar ik weet niet of het mm. zo ver gaat. Slijt lijkt me sterk over. Ik denk niet dat het zo. Volgens mij ver gaat. is dat part 2, hoor. Die boekenwinkel waar je het over hebt. Dan vindt ze al die punts. Nee, nee, nee. Dat is deel 1. Nee, want dat, dan, is, dat is wel da deel 1, ja. Dan vindt ze zo'n punboekje... Ah, okay. En dan gaat ze de hele fucking game lang. Gaat ze daar ja. woordgrapjes <laughs> uit voorlezen. Wat is ja. heel hilarisch. Ja. Um, dat is deel 1. Maar. Um, ik vind het sowieso heel chill, want uh, mijn vriendin die heeft nog niet uh, The Last of Us Part One gespeeld. Holy shit, What? echt? Ja, yeah, I know. Dus wow, Flurpy, dit... jezus. Ja, ik, het, ik vind het Dering. ook. Uh, volgens dat? mij het is het een uurtje gespeeld of zo. Wat? Ja, uh, yeah, I, I don't, know. I mean, Holy moly. Nou, dus. Ik begrijp het wel, hoor. Als je, uh, Cheer it, nee, als je dit soort, ja, maar als je dit soort games niet veel speelt, um, nou ja, goed. Ik moet wel zeggen dat het begin wel echt gripping is, uh, wat dat betreft. Daarom... Uh, het ding is, True. zij is niet, een, 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 niet zozeer een verhaalspeler, zij is meer een actiespeler. Uh, yeah. Ze wil uitgedaagd worden en niet uh, naar cutscenes lopen kijken. Want zij heeft het, uh, net zoals ik, het aandachtspannen van drie seconden ongeveer. <laughs> dus zodra er <laughs> een cutscene begint, uh, zie je haar al naar haar telefoon grijpen. Ja, yeah, oké. Okay. En die ik dan echt uit haar handen ga slaan, overigens. <laughs> Ja, dus ik... ik ga echt zo gewoon zo'n zo zo vliegen mappen met spanning. Ga ik zo. Gepaf! Elke keer als het de pak. <laughs> Maar, um, dus dat, dat is het, Ja, ik, ik heb sowieso. Anders zou ik hem misschien niet nog een keer. Want ik heb hem echt al drie keer uitgespeeld of zo. Dus, ja. dus ik weet niet of ik hem dan helemaal zou spelen. Um, hoe dan ook. Ik, ja. Als dat het. We hebben het nu al een tijdje over. Dat, als dat het echt het meest heftige is van die hele Summer Game. Uh, fast kick-off, dan... Uh, nou, laat, Weet je wat? Zal ik er eens even in topsnelheid doorheen lopen, wat er allemaal uh, was getoond. En dan uh, mogen jullie stop zeggen als er echt iets interessants is. Oké. Okay. Uh, nou, Street Fighter 6, maar die hadden we natuurlijk al eerder gezien. Ik vond deze ja. gameplay juist wat minder interessant dan wat we er eerder van hadden ja, gezien. Ik vond die wel heel erg te gek op de State of Play, trouwens. Dat hele... Ja. Die, die, hoe heet die mode? Die zeg maar, verhaalmodus? Die singleplayer-modus? Ja. Ja. Daar heb ik Dat echt Dat zag er echt in. heel ja. cool uit, ja. ja. Zeker. Um, aliens Dark Descent. Misschien is dat wel iets voor jou, Wouter? Vermoedelijk, maar de, ik heb al iets van twee Aliens games... de afgelopen paar jaar gespeeld... die echt die, uh, net bovenmatig uitstaken. Dus uh, ik ben niet meteen enthousiast of zo. Oké, okay. Callisto-protocol. Ja, die vind ik. Die, maar die was ook al op de of Play. Daar ben ik heel enthousiast over. Dat ja. echt vind ik heel vet eruit zien. Ja, het ziet er heel vet uit en heel erg disturbing. Echt holy shit. Ja, en ook super realistische graphics. Dat ik echt zoiets heb. Van, wow, dit is. Ja, het ziet er echt fantastisch uit. Dit is gewoon wat je, wat je wel verwacht van deze generatie in consoles. En het zal ook wel da daarom wat lineairere gameplay zijn, vermoed ik. Uh, mm -hmm. Het zal geen open-world game zijn. Het zou echt. Uh, Net ja, zoals Dead Space. Dead een beetje met Rodwania-achtig ja. Ja, bijna. Dat je zeg maar een paar gangen hebt en je kunt pas verder als je. Nou, I don't know. Dat is allemaal speculatie. Maar ik vind het in ieder geval echt fucking veel eruit zien. En ook no. echt. Die body horror gaat wel heel ver hierin. Ja, oh mijn god. Wat zal er inderdaad die extended, yes. extended version van die trailer? Yeah. Mijn ja maar god daar dat even wat gore in op het einde zeg tering. ja dat was wel so crazy <laughs> inderdaad yeah. en ik merk maar dat ik protocol, iets minder de, 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 ja? dat was in principe dezelfde trailer maar er zat er dus ja. meer gore in yeah. extra ranzige <laughs> stukjes ja <laughs> no. En ik, en ik merk dat ik echt, naarmate ik ouder word, dat ik ook iets minder goed tegen gore kan. Of zo heb ik het gevoel soms. Soms oh, denk ik ja? van: ja. wow, oh my god, wat is dit? En dan denk ik van: jemig, als ik dit tien jaar geleden had gezien, dan had ik echt zoiets van mijn schouders opgehaald. Je zo. zou jaren... zeggen dat je er juist minder gevoelig voor wordt, omdat je het allemaal al wel hebt gezien of zo? Ja, ik guess, maar ja. blijkbaar niet. Uh, misschien mm. omdat ik uh, wat real life gore heb gezien, waardoor het uh, misschien. Dan... Nee, huh? is Niet helemaal waar. Nee, oh my het god. Volgens mij. Hoe dan ook. Dit ja, is <laughs> dus, uh, niks forcheerd. Vermoed nee dat, nee, nee, dat sowieso niet. Nee. 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 Ik pra praat nee, ook nee, absoluut voor je. Niet. <laughs> nou ja, kijk, weet je, als er niet... Uh, kijk, de gameplay kan me eventueel nog wel bekoren als er maar geen jumpscares en zo in zitten. Ja, maar, maar houd ja, op, ja, deze eentje... game is gemaakt om je te naaien, echt. Ik bedoel... Ja, precies. Is, dus, uh, uh, ik, ik hoef het niet te zien. Nee, dat ga je echt um, niet trekken. Call of Duty Modern Warfare had een lange demo uh, van Wetterie uh, dat uh, level. Ik snap hier geen reet van. Dit is toch? Hoezo is Modern Warfare 2? Komt hij nou voor de derde keer uit en is het een nieuwe game? Wat, wat gebeurt hier? Ik snap er geen aars van. Het is, een, <laughs> het, het is het niet. Het is een, een, een deluxe, deluxe. master is het. <laughs> <laughs> nee, het is meer geïnspireerd door de vorige Modern Warfare. En dus ja. heeft het dezelfde ja. titel? Uh, ja, maar oh, ik denk dat ze bij uh, Activision een beetje in een soort van zichzelf in een hoek hebben gegraven. Ja, dat heb ik in ieder geval. Waardoor ze dus eigenlijk gewoon elk elke kans waardoor ze meer geld kunnen verdienen, dat ze die maar gewoon aangrijpen en die gewoon die Modern Warfare-naam uh, maar blijven behouden. Um, ja. Omdat dat gewoon eenmaal zo'n goede naam heeft. Um, maar goed, ik was niet extreem onder de indruk van die gameplay. Um, ik vond wel dat, dat level dat we natuurlijk al even kenden: hè, van dat, uh, dat boorplatform. Um, dat was wel echt heel vet gedaan. Met, het, met, dat, met die stortende regen. En dat, dat water wat er overal overheen klotst. En die, en die containers die heen en weer schudden en, en, en schoven. Dat, dat vond ik wel heel cool. En ik denk zeker dat als je het speelt, dat je dan wel echt zoiets hebt van. Wauw, dit, dit ziet er echt heel vet uit en je hebt wel het gevoel dat het uh, cool is. Maar als je het zo ziet in zo'n gameplay trailer, ja, je wordt er niet heel blij van, want dat is gewoon omdat die, die AI is gewoon een beetje matig en het is eigenlijk, ja, als je ziet die demo, is ook gewoon zo extreem voorbereid dat ja, ja het voelt niet meer eens aan als een een game of zo. Het voelt meer als een Unreal's eindelijk ding. En ja, daar kan ik gewoon niet echt enthousiast van worden. Als, um. als ik een nieuwe Call of Duty zou maken, dan zou ik echt iedereen boos maken door er een hele diverse cast van allemaal gekleurde en, en verschillende gender mensen in te stoppen En dan oh, halverwege yeah. de game, midden in een oorlog, komen aliens. Mm. <laughs> Midden! Dan ja. in de, in de, wordt het een soort van three-way war, weet je? Aliens versus. Oh, moet je nou vechten tegen je, tegen je voormalige vijand? Of moet je nou vechten tegen de aliens? Of tegen allebei? En, en, weet je, dat, oh, wow, dat is dope. best wel een goed idee. Dat, je gewoon, dat, dat er gewoon helemaal niks van bekend wordt in die hele in, 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 in nee. de marketing of zo. En nee. dat het in ja. keer gebeurt. Ja. En dat je denkt van hè? Zo so van from, ja. from Dust till dawn. Ja, ik wilde achter, het echt uh, net zeggen. Rust. Ja. 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 Ja, dat, dat Mazzo, ik nee, was ook teleurgesteld ik toen ik die film voor het eerst zag. Holy shit. Ja, toch? <laughs> en, en dit, ja. dit zou iedereen fucking boos maken. Dat is een super slecht idee. Maar ja, uh, yeah, dat, dat zou ik wel uh, interessant Deep vinden. Ik ben down. Ja. Vet. Ja. Flashback 2 is ook aangekondigd. En dat ja. is wel, uh, wel interessant, toch? Het is bijzonder. Maar is het interessant? Wat is Flashback? Precies. Wouter kent het niet eens. Nee. Het is een Wat? hele, hele old school. Juist uh, jij. Ja. Ik ken het ook zeker van vroeger. Ik heb dat op de MSX gespeeld en zo. Juist, jij. Ja, uh, en het is, show. het is tof dat er een, een nieuw deel komt. Uh, een beetje voor die nostalgische waarde. Uh, word ik er echt heel warm van? Nee. Nah, het is wel leuk. Ik, 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 uh, okay. ik ben ondertussen nog steeds een beetje met die, die special bezig. Sorry, ik, omdat het relevant is. Niet omdat ik de normaal gesproken werk tussen de podcast door doe. Maar ik zie ook dat uh, Peter bijzonder hard komt lachen om. Uh, het feit dat Dwayne The Rock Johnson... een videootje met zijn telefoon maakte... om over zijn so Fortnite-skin te lullen... en gewoon schaamteloos een energiedrankje promoten. Ja, <laughs> dat, dat was echt, echt... Dat niet alleen. Hij, hij ging echt... en, en er ging dan verder over de film waar hij in zat... en dat was... oh man, dat was ja. wel echt crazy, toch? Ja, zo cringe, jongen. Ja, maar oh, dat is shit. fucking... dat ja. is fucking uh, Jeff Keely ook. Ja, hij is toch ook... Nou, de... maar dat is precies inderdaad... Jeff Keighley in een notendop... Ja. en er zaten van allerlei dingen tussen. Er zat ook een soort van... Uh, Samsung commercial in over een of andere platform waarbij die alle cloud gaming platformen samen kan voegen, wat echt totaal niet... En je moet het maar slikken, want je, be... je bent zo deprived van allerlei vette trailers of wat dan ook. Je wil dan absoluut dat het iets vets wordt en dan wordt het echt als een soort van reclameshow met af en toe ergens een klein lichtpuntje. Hij ja, was toch um, de Mountain Dew Doritos man, of niet? Dat was toch ook je ja, FK. Ja, 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 zeker. Ja, ja, zeker, absoluut. zeker. Um, Witchfire is ook nog getoond. Ja, dat is toch een, een andere, uh, donkere trailer, of uh, shooter. Ja, het is zo, uh, zo weinig van bijgebleven dat het voor mij niet echt uh, de ook. moeite waard is om daar nog verder over te lullen. Fort Solis. Ja, ja, Routine. Ja. Routine, dat was uh, met die... Uh, met die robot. Ja, de sounddesigner is uh, Mick Gordon. En die robot, inderdaad, die in één keer achter je staat. Ja. Die, die game zag er wel echt fucking vet uit, hè? Ja, alleen die bepaalde trailer. animaties waren niet helemaal oké. Okay. Uh, ja, die misten, ja. Dat uh, is een <laughs> beetje weird met die gun of zo, die die weg doet, die is ineens weg. Ja, die uh, in één keer, in, in, ja, in één goed, frame wat, wat weg. is, Wat kleine ja. schoonheidsfoutjes, zullen we maar zeggen. Uh, maar inderdaad, het is een hele korte, het is meer een teaser eigenlijk. Uh, hm. Maar het ziet er heel vet uit, zeker. Ja. En ja. Um, Fort Solis is volgens mij die game waar... Het is uh, ook een Troy beetje die spaceshooter, toch? Waar, waar Troy... Ja, het was het begin van deze Summer Game Fest. Echt een soort van zijn, zombie... Ja. Sci-fi zombie games. Ja. Deluxe. Ja. Maar ja. Fort Solis was toch met, uh, met Troy Baker en... die andere uh, acteur... die in Red Dead Redemption oh, ja. 2 Arthur speelt. Mm -hmm. Oh, oh echt? Is dat dan nu uh, inmiddels een naam die zeg maar een soort van uh, een naam is geworden? <laughs> Want ja, blijkbaar. Ik zou niet weten hoe die heet. Uh, en ik ben altijd wel redelijk gedreven in het uh, onthouden ik van ik had eigenlijk wel gehoopt. Ja, nee, ik ga nu <laughs> gewoon even meteen uh, live opzoeken. Dus uh, hij heet. Uh, Benjamin? Nee, Roger Clark. Oké. Okay. Klinkt Roger. als een hele bekende naam. Het heet... klinkt net alsof hij gewoon een naam heeft bedacht. om het bedenken van een bekende naam: Roger Clark. Ja, yeah. Ja, Roger Clark heet is, is hij. Zit hij daarin? Ja, ik heb dat. Ja, ja. ik heb dat even. Ik heb een beetje het begin uh, van de show niet zo heel goed meegekregen, moet ik eerlijk zeggen. Ook omdat ik hem niet ja. zelf hoefde te coveren. Dus ik heb dit zelf een <laughs> beetje gemist. Ik, zag, ik kan me nog half no. die aankondiging herinneren, maar ik weet niet meer. Roger Clark en. Troy um, uh, Baker. Troy Baker. Ja, zou kunnen. I don't hmm. Even kijken of, die, uh, of dat op zijn IMDb staat. Meestal zijn ze wat later met games op IMDb. Um, en hij staat er nog niet tussen. Dus ik, hmm. uh, ik weet het niet. Roger Clark, Troy Baker. Hmm. Maar goed, uh, 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 als, als uh, games uh, tegenwoordig een uh, soort van. Fort Souls, ja. ja, je hebt gelijk. Fort Solos presentation met Troy Baker en Roger Clark. Het is wel grappig, want ja, meestal... ik, weet, ik weet het gelijk, even, want ik heb het opgeschreven terwijl ik dat kijk. Ja, okay. Maar mooi dat je ja, nog even. Ik wat ik zeg, zit te fact check, Wouter. Dankjewel. Ja. Oh nee, maar ik, ik, ik had het gevoel dat je het niet zeker wist. <laughs> uh, en nee, ik was niet helemaal zeker over uh, of het nou die Fort Solis was of een andere game. Maar, um, maar het is wel grappig, ja. want A meestal worden voice actors uh, uit GTA of uh, games van Rockstar. Uh, die, 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 hebben, die hebben, vreemd genoeg, maken die meestal niet enorm veel naam. Ik heb wel die, die, dude, de Trevor, uh, die, die dude die Trevor speelde in GTA V. Hij ja. heeft mm -hmm. wel wat series en zo daarna nog best wel veel gedaan, maar niet... Ja, ik zag hem laatst in de serie. Ik zag ik hem was... laatst ook ergens zitten. Toen dacht ik ook, what the fuck, hé? Hey? Ja, hij zit in uh, Better Call Saul bijvoorbeeld zit hij in. Uh, ja, in Bad Call Saul inderdaad, ja. ja. En, en hij heeft mm -hmm. ook nog wel wat andere leuke dingen gedaan, maar voor de rest... Uh, als het gaat om voice actors uit de GTA Games, die, die maken niet heel veel furoren of zo. Nee. En ik vind het wel bijzonder dat nu nee. Roger Clark specifiek uh, wordt genoemd daarin. Uh, dat is wel goed. Ja, nee, we zaten in die presentaties en we gingen vertellen over hoe uh, boeiend het allemaal zou zijn. Ja. Uh, laten we even <laughs> verder gaan, anders dan komen we hier nooit doorheen. Uh, Outriders, World Slayer. Uh, er werd iets getoond voor, van Nintendo Switch. Een soort van sizzle reel, uh, Fall Guys. Uh, Stormfront werd getoond. De uh, Frost Giant, daar werd ik toen niet heel erg enthousiast van. Um, maar later tijdens de PC Gaming Show zag ik meer. En toen dacht ik, oké, dat is misschien wel interessant. Stormfront um, is, een, is, een, is een nazi superheld in The Boys. <laughs> nou, nee, goed. Oh uh, nee, Stormgate. Oh, okay. Zei ik Stormfront? Ja. Ja, mm, dan Stormgate. zal ik inderdaad wel met mijn hoofd bij The de, de, de Boys zijn geweest. Ja, het is een RTS... Uh, Stormgate uh, is gemaakt door veteranen. Hmm. Uh, in een nieuw opgerichte studio Frost Giant. Dus, uh, nou, uh, je kunt je aanmelden voor, die, uh, voor de beta. Dus als je RTS een leuk vindt, dan zou ik dat zeker even doen. Stormgate. Playstormgate.com kan je ervoor aanmelden. Highwater American Arcadia. Uh, Goat Simulator 3. Dat was wel echt ja. een leuke... leuke, trailer, leuke aankondigingstrailer. Ja. Oh ja, dat deed me helemaal die... geen reet. Ik wist niet eens dat de Goat Simulator 2 was. Ik vind dat echt zo. Die is er niet. Die... Dat is de hele grap. Oh, echt? Ja. ja. <laughs> Oké, okay, dat is grappig. <laughs> dat is... En ze hebben dus, ze <laughs> hebben dus die trailer... Die, die aankondigingstrailer van Dead Island 2... nagemaakt. Ja, na ja precies. precies. Het kwam ja. me al bekend voor. Ja. Oh my god. Oké, okay, dit is echt wel heel cool. Ja. ja, uh, ja. Dat ja. Ik heb me daar niet, ben daar niet in gedoken... want ik dacht echt van... dit komt me echt vies bekend voor me. Dus dat is inderdaad wel heel erg grappig. Alleen ja... Die game, ik weet nog, die, die originele game was vooral grappig omdat er heel veel bugs in zaten. En dat die goats daarom super debiele de, dingen deden. <laughs> maar ik was daar al vrij snel zat van destijds. Het was echt super lang geleden ook, toch? Goat Simulator 1. Echt tien jaar geleden of zo. Nee, Tom, nee, ja. nee geen, geen tien Na, jaar. niet tien jaar geleden. Nee, nee. maar wel, uh, wel uh, ja, het is wel weer een tijdje terug. Ja, dus zes uh, jaar geleden of zo. Zoiets, ja? Oké, okay, uh, nou, dat, dat is wel, wel, wel grappig dat het uh. nu inderdaad... Ik, denk, ik weet niet of het uh, weer een heel ding gaat worden... zoals destijds. Want dat weet ik ook echt... niet inderdaad. Maar nee, er... dat was toen wel even een, een hitje... omdat het gewoon zo, zo, zo cookie was, zeg maar. Ja. En, en het was ook het startschot van die hele... Het is 2014, dus het is echt al acht jaar geleden. Wow. Um, bijna tien. Het is dichter bij tien dan maar vijf. Ja, um, Wouter. Okay. <laughs> um, <laughs> gelijk. Anyway. Uh, <laughs> ik wil niet heel graag gelijk hebben... maar uh, die vind ik okay. wel fijn om te horen. Um, maar dat was ook echt startschot van al die simulatorgames, van die cookie weirde PC simulatorgames. Ja. Uh, iedereen kwam met een simulator ja. en, het ja. en het ene moest nog dommer dan het andere zijn. Ja. Um, en ik, die, die periode is zeg maar gekomen en gegaan. Dus ik weet niet of dat we weer opnieuw wordt. Ja worden. precies. Maar ik denk dat ze er nu wel echt iets, iets, uh, iets meer van maken dan alleen een gekke gaming. Ik, ik, ik denk dat het uh, inderdaad iets meer een, een game wordt. Uh, en dus kan het misschien juist wel leuk worden. Uh, want die eerste was inderdaad eigenlijk gewoon meer omdat je gewoon achter iemand kon staan en Waah! kon schreeuwen met die fucking goat. <laughs> uh, oh yeah. Maar inderdaad... dat was een beetje de voorloper van uh, uh, Goose Game. Uh. Ja, ja, inderdaad. Eigenlijk wel. Ja, laten we even verder gaan. Um, Midnight Suns, dat is echt jouw type of game, Wouter. 7 oktober komt die uit. Op dus mijn verjaardag! Mensen de fucking. De game van de makers mooi, van Xcom, een van mijn favoriete games ever. Uh, komt uit. Weet je, met Marvel? Fucking Marvel? komt uit op mijn verjaardag. En het ding ja, is. is prachtig, uh, ja. Het is ook wel een beetje een pijnlijk verhaal. want... Uh, er is dus een recente tripje van naar Baltimore geweest. Maar ik, uh, die kwam echt net na mijn vakantie. En uh, uh, ik moest dan veel hmm. werk doen. En ik kon het echt niet. Dus Jurgen is voor mij in de plaats naar Bal Baltimore geweest. En heeft daar een, uh, een verhaal geschreven voor pu.nl. En heeft ook de coverview gedaan voor, deze maand, uh, voor de komende maand van pu 7. Dus hij staat komende maand. Uh, als um, mijn vorm een beetje opschiet in Marvel, opschiet met het goedkeuren van de cover. Staat hij op de cover. En uh, ja, ik ben hyped. Uh, ik moet zeggen dat daar uh, de laatste trailer die, die te zien was op de Summer Game Fest opening, ja. heeft daar niet super veel bijgedragen of zo. Ik heb niet zoiets van ik ben nu nee. hypter. Het heeft, ik vond het ook niet een het hele. Het dus zat ook eigenlijk niet echt gameplay in, toch? Nou, wel een beetje, maar het. Uh, ik vind nog altijd een beetje moeilijk dat het een card-based systeem is. Uh, wat mij mm. een beetje te random aanvoelt. En daar heb ik nog steeds een beetje mijn twijfels over. Maar Fire en uh, de makers van XCOM. Die weten echt wel wat ze doen. En qua verhaal en zo. En qua alle characters en alle crazy Marvel Crazy. die erin zit, komt het echt wel goed. Ja. Uh, en ik hoop dat het ook op tactisch gebied goed komt. Want ik bedoel, als het, het is natuurlijk wel een, een wat meer breed georiënteerde game geworden. Fire uh, uh, maakt het toch? Ja, precies. Is ook zo. Maar omdat het nu echt, zeg maar, dat verschil tussen... Ja, daar... het moet wat meer mainstream aanspreken. Tuurlijk. Je bent gewoon bang dat er daar wat concessies in worden gedaan. Precies. Mm. En uh, dan ja. is er hopelijk nog een, uh, een hogere moeilijkheidsgraad of iets dergelijks. Waar ik blij van word als uh, turn-based uh, idioot. Uh, maar goed, ja, anyway, hyped. Hyped. <laughs> Nice. Oké, okay, dan gaan we verder met um, uh, de, de Cuphead DLC. Die daadwerkelijk ook DLC. De Licious Last Course heet. Oh, wat ja. hilarisch. Uh, ja. <laughs> ja. Er zit een, een nieuw, uh, nieuw cupje in. Een nieuw, knille, een nieuw cupje. Uh, en dat ziet, ziet er le leuk uit. Ja. Dat is ook uh, echt een super mooie white. vrouw die dat presenteerde. Dat ik echt dacht: van, ben jij een, uh, een beetje zo'n Jade Raymond-achtige vibe, zeg maar. Hmm. Maar goed, uh, en, en het. Um, <laughs> uh, heb dat nog... is wat je. <laughs> Dat, 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 dat is wat Wouter nog weten inderdaad. <laughs> er, Mooie vrouw. <laughs> hebben, jullie dat, hebben jullie dit gespeeld überhaupt, Cuphead? Ik heb het al uh, een poging gegeven, laat ik het zo zeggen. Right. En gestrand? Uh... Uh, gestrand inderdaad, ergens na een paar uur. Uh, een paar keer uh, ontzettend lopen schelden. En toen uh, was ik er klaar mee. Ja, precies. Want ik heb uh, het enige wat ik ermee heb gedaan is dat ik die serie heb gekeken, omdat ik daar laatst een special over had. Oh van ja. Uh, is het leuk? En dat, het is uh, heel oldschool manier van cartoons. Een soort van slapstick van heel vroeger. Sure. Uh, en, en het is heel bijzonder hoe ze dat een soort van. Ja, die staal heel goed hebben gedaan, maar het heeft geen enkel lopend verhaal. Het heeft geen. Uh, hmm. Weet je, het heeft geen character-ontwikkeling of zo. Het is gewoon een echt dom, oh, okay. dom. Dom avontuurtje na dom avontuurtje. Wat ze echt super mooi hebben gemaakt. En echt totaal een, een, een ode is aan die oude take -films. Maar ja, je moet ja. er maar net zin in hebben. Of zo. Uh, het is niet iets ja, wat je met volle aandacht kijken. Het is super uitdagend kijken. ook. Ja, maar hoe dan ook. Game, um, yeah. Grappig of zo. Het zag er wel vet uit. Uh, neon White, dat was echt een van de. De meest vage trailers die ik heb gezien. Daar uh, was van tevoren nog een beetje hype over. Omdat het naar de Switch zou komen. En dat zou dan de, de, de Nintendo Direct aankondigen. Maar de trailer was een beetje meh, wat mij betreft. Het was mij een beetje te um, Japans allemaal. Ja. Midnight Fight Express is een soort van Sifu. Maar dan uh, een beetje isometrische view, mm -hmm. leek het wel. Door één dude gemaakt. Um, Volgens mij bestaat die game al vrij lang. Uh, en is dat nu opgepikt door... Krijg die, ja, kan, die, ja. die, pa, die gast die het ineens in zijn eentje heeft ontwikkeld... krijgt nu hulp of zo, waardoor het uitgebreid wordt. is volgens mij wat ik een beetje meegekregen heb. Maar I'm not sure. Ja. Nee, de, 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 de narrative director... achter de Destiny The de Witch Queens zit erachter. Ja, precies. Dus hij Dat krijgt wel weinig. Het was zeg maar, die game is door één gast gemaakt... en nu krijgt hij allemaal hulp van professionals of zo. Dat klinkt echt alsof hij therapie ja. krijgt, maar... Awesome. Ja. Dat is cool. Maar het, het ziet er wel geinig uit. In ieder geval een leuke, leuke snack game in ieder geval. Uh, Warframe hadden ze nog iets. Uh, Star Rail, uh, Zenless Zone Zero. Het, het zijn allemaal games waarbij ik dacht van. Uh, um, <laughs> ja. Maar toen kwam Turtles Shredders Revenge. Ja. En die game komt uh, vrijdag. Nee, die komt dus, morgen al uit. Precies. Dus, uh, of, of, dat is nu Vandaag. Als, je, als je kijkt. Ja. ja, ik heb hem ook al uitgespeeld en, uh, mm. en uh, redelijk, oh, redelijk okay. kapot gespeeld, uh, moet ik zeggen. Nice. Het is wel echt jouw type game, hè? Het echt, uh, nou, het ding was, die... ik had echt een soort van Streets of Rage 4-achtige maar... remake slash uh, Ode is dat het niet? verwacht. Nou, het, het heeft niet zoveel oh. diepte. En wat ik echt, oh. wat ik vandaag heel. De enige reden waarom ik nog wel heel erg enthousiast was, was, dat ik dacht: van wow, hier kun je echt heel veel doen met DLC en zo. Nieuwe modes, uh, gekke dingen. Uh, en toen zag ik vanochtend een tweet uh, dat, dat Dotemo niet van plan is om DLC uit te brengen voor Shredder ah. Defense. Toen dacht ik echt van: Lekker. wait, wat? Maar dit is echt een. een een soort van ideale game om, om verder op uit te breiden, zeg maar. En, en dat hebben ze ook met Streets of Rage 4 gedaan. En op zich is het nu niet... Want je kunt zeg maar elke individuele fighter... elke individuele de turtle kan je tot level 10 upgraden of zo. Maar je hebt niet zoveel reden om dat te doen... omdat er maar een paar levels zijn ja. En als je dan nieuwe modes ja. en dergelijke krijgt... dan denk ik van ja, dan... dan dit is echt perfect daarvoor. Maar de, dat is dus blijkbaar niet helemaal de bedoeling. Dus uiteindelijk ja, ben ik er gematigd enthousiast over. Het is wel een hele fijne gameplay. Het is een heerlijke ode. En het is een goede spirituele volger, opvolger van Turtles in Time. Maar... En ik heb er echt wel lekker. Le het is eigenlijk een lekker spelletje. Dat wel. Oké. Okay. Heel okay. goed om te horen. Super People kwam daarna Humankind Cultures of bla uh, bla bla. Dat heb ik opgeschreven. Okay. <laughs> uh, One Piece Odyssey kwam nog, Soul Hackers oh ja. 2, um, Capcom Arcade Stadium 2, uh, ja. toen kwam nog een trailertje van The Quarry. En yes. uh, uh, die heb je al gereviewd inmiddels, Wouter. Ja, zeker. Die heb ik uh... nou, ja, ik heb niet iedereen levend gehouden, moet ik eerlijk zeggen. Uh... <laughs> Ik, uh, ik heb... Want het is, het is eigenlijk de spirituele opvolger van uh, Until Dawn, hè? Ja, het is een, een teen slasher interactieve drama, zeg maar. Dus het is uh, echt gebaseerd ja. op al die oldschool horrorfilms. Of nou, niet eens oldschool. Het is ook gebaseerd op... Het, 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 dat soort horrorfilms blijven bestaan, zeg maar. Een, paar, een groep tieners moet je levend houden. Terwijl zij in Camp Hackett uh, een soort van uh, zomerkamp wat je in Amerika heel veel hebt, weet je, dan ga je de hele zomer lang, ben je in een kamp aan het rondhangen, want je ouders, die hebben geen zin in je. Dat is eigenlijk wat het meer komt. Ja. En dit is, zeg maar, als de kamp afgelopen is, en iedereen moet eigenlijk weg, maar een of andere dude, die besluit om te zorgen dat ze blijven, en dan uh, is er, uh, ja, dan raakt de, de, de poep de ventilator. Hebben ze een, ze dan... een gekke nacht met z'n allen, inderdaad. Ja, en... Uh, <laughs> Het, ja, het, het, het lijkt heel veel op Until Dawn. Het lijkt ook een beetje alsof er qua graphics en dergelijke... niet heel veel verbeterd is sindsdien. Mm, en mm, Dawn, dat is te lusten, Anton. Mm, Jawel, hoor. kwam echt in 2015 uit. Dus het, is, het ziet er wel wat mooier uit. Maar het is ook een game die ook gewoon nog op de oude generatie uitgekomen. Dus wat dat betreft... Uh, ik ja. vond het niet een enorme... Ook, ook qua gameplay is het nog echt exact hetzelfde... Of, nou ja, bijna hetzelfde, er zitten wat nieuwe dingetjes in, maar dat... Uh... Ik, ik vind de gezichtsuitdrukkingen zijn een stuk beter dan bij Until Dawn, Maar wat nog wel echt onnatuurlijk is, zijn de monden, vind ik. Ja. Uh, yeah. <laughs> dat is net alsof ze een soort van overdreven aan het playbacken zijn of zo. Ik, ik, heb dus, ik heb dat dus met sommige denken, characters, maar met de meeste characters niet. Ik vond dus, mm. bepaalde characters vond ik hun gezichtsanimaties niet zo heel goed uit de buis komen en andere heel goed. Ja, klopt. En ik heb dan ook weer een vriend van mij die zegt van, jezus, dit ziet er duizend keer slechter uit dan Until dat ik echt van, ja, oké. Okay, <laughs> ja. De waarheid zal ergens ja, in het midden hangen, ja, I don't okay. know. ja. Um, Maar uh, ja, ik, ik, ik vind dit soort games wel heel erg tof. Ding is waar ze heel erg voor gebouwd zijn, is dat je ze opnieuw gaat spelen om te zorgen dat iedereen levend blijft. En ik heb daar ja, meestal niet yeah. zo heel veel zin in, want er zitten best wel wat lange, <laughs> saaie gedeeltes tussen. Dat je gewoon aan het rondlopen die bent. Skippen, ja. Ja. En dat je niet, ja, en, en cutscenes die je niet kan skippen. En ik heb daar meestal niet zo heel veel geduld <laughs> voor om dat te doen. Maar gelukkig kan je nu ook per hoofdstuk opnieuw beginnen. Dus als je weet waar het mis is gegaan en waar iemand dood is gegaan, dan begin je daar gewoon verder. Of ga je daar gewoon verder. Ja. En. Als je de deluxe edition hebt, dan krijg je drie levens, dus drie herkansingen voor elke keer als er iemand doodgaat oh. uh, tijdens de eerste keer dat je speelt. En die krijg je in de gewone editie als je de tweede keer speelt, volgens mij, als ik het goed heb. Oh. Ah, oké. Okay. Dus ja. je, je kan een drie keer zeg maar een soort van terugspoelen. Ja, dus dan gaat hij vlak voor. Was oh, wel, dat op een gegeven moment was dat best wel een probleem bij mij, want er ging iemand dood. En de reden waarom die dood ging, was een keuze die ik echt misschien wel anderhalf uur uh, daarvoor had gemaakt... in een andere hoofdstuk. Oef. Dus toen werd ik helemaal teruggespoeld naar dat nee, moment. Nee joh? Oké, okay. ja, wauw. Dus uh, het is wel <laughs> grappige mechaniek wat dat betreft. Maar in dit geval was het echt zo van... Oh, kut, moet ik dat de hele stuk weer opnieuw doen? Oké, oké. Precies, maar je, je, moet, je moet het dus wel daarna helemaal opnieuw doen. Het is dus niet dat je een andere keuze kan maken... en weer verder kan gaan, toch? Jawel, dat is het je moet... principe. Je gaat gewoon nee. terug naar het moment dat jij de verkeerde keuze had gemaakt, waardoor die persoon. Precies, en vanaf gaat. daar moet je weer verder spelen, of niet? Ja, ja. ja, ja en, daar, en vanaf ja. daar ga je weer verder. En dan, kan je, ja. dan nee, in dit geval was het ja. niet zo van, dan heb je die keuze gemaakt en dan jump je weer terug naar de. Nee, waar je precies, was. dat was de vraag inderdaad. Ja, ja. Nee, nee, nee dat, nee, dat is niet hoe het werkt. Uh, maar Wat goed, heb je hem gegeven? Een acht. Een ja, acht. Ja. ja, ik vind het nou, echt. Dat is, uh, eens. Goed cijfer. Ja. Voor wat het is en voor wat, uh, wat je verwacht van Supermassive... want ze maken natuurlijk uh, best al wel lang dit soort games... en ze doen ook die uh, dark, uh, anthology, uh, of the dark Pictures Anthology. Ja. En dit is meer een soort van... Ja, ze, ze presenteren het wat, als een game die wat voor het breder publiek is... terwijl die Dark uh, Pictures is voor iets hardcore gamers. Ik zie het verschil niet ja. zozeer... Maar nee, ik ook niet. Ik ook niet zo. En ik moet ook zeggen dat die Dark Anthology games... vond ik niet zo boeiend. Ik heb alleen eigenlijk die Mad of Madden gespeeld. Die vond ik een beetje meh. Uh, okay. Maar Until Dawn vond ik wel heel gaaf. En ja, dit is eigenlijk een soort van Until Dawn 2. Het lijkt, het yeah. lijkt er heel erg op. Het heeft dezelfde setting. Uh, eigenlijk, weet je, wat, wat die Dark Picture Anthology doet... is gewoon dezelfde systemen nemen en elk deel uh, een nieuw verhaal eromheen bouwen en eigenlijk ja. is dat nu ook gebeurd met uh, The Warrior ten opzichte van aantal Het ja. is. Hm. Ja, je ja, zou ja. die twee ook een soort van uh, anthology-serie kunnen noemen uh, nu. Ja. Ja. Want het ja. is nou, we kunnen nu open. wel even verder gaan uh, jongens, want we hebben een half uur en we moeten ook nog uh, de Microsoft-presentatie. Oh, dus, oh, ja. ja. noodgang, we ja ja. ja, ja <laughs> gang, uh, Nightingale kwam nog, Saints Row, Warhammer. 40k Dark Tide, Fikvel. Layers of Fear 3, Gotham Knights. Ja, um, Gotham Knights. Wat, even in een notendop, wat verwacht je ervan, Wouter? Ja, Gotham als, ik het, de... als, ik, als ik het zie, dan denk ik echt: van... Oh man, dit ziet er zo zieloos en. Ja, het is een Batman game zonder Batman, hè? Het goed uit. En, uh, ik, uh, <laughs> ik ben op zich, ik doe me heel erg denken aan die serie Gotham, wat eigenlijk ook een, een, een Batman serie is zonder Batman, en uiteindelijk kwam Batman ja. er toch in voor. <laughs> Wat ik echt niet had verwacht. Ja. Maar uh, I don't know. Ik, het, ik, ik zit de harder te wachten op de uh, Suicide Squad Kills the Justice League. Wat zeg maar de Rocksteady Batman game is. En Rocksteady heeft echt de goede Batman games gemaakt. Ja. En dit is, hoe heet dat? Uh, Montreal, Warner Bros. Montreal. En die hebben Batman Arkham Oranges gemaakt. En die vond ik echt beduidend minder goed dan de rest van die serie. Dus eh, ik, ik heb er wel zin in, maar het duurt nu wel erg lang. En uh, uh, de, de hype wordt niet groter of zo. Ik vind, die, ik vind die personages wel echt heel erg middle of the road uitzien. En, en, en de gameplay ziet er ook niet uit. Waarvan, ja Iets waarvan ik denk van nou dit is. Er schijnt best weg, wel wat sorry. verschil tussen die verschillende personages en gameplay stylen te zitten. Maar dan heb ik zoiets van die, die, die Red Mask bijvoorbeeld, of ja heet hij die zo. Die, die schiet ja. dan. En en zijn moves zien dus duizend keer minder indrukwekkend uit dan die van Nightwing. Nightwing die jumpt echt door het hele fucking veld in een super acrobatisch. En dan heb je die fucking uh, red mask. En die schiet gewoon een beetje zo. Pa, pa, pa. En dat is. Ja, uh, yeah. dat, dat is niet. Uh, dat, dat ziet er al een stuk minder leuk uit, vind ik. Ja, precies. Het spreekt weinig tot de verbeelding. In ieder geval uh, voor mij. Mm. Uh, en toen kwam Naughty Dog. En die, uh, die moest eigenlijk nog wat tijd vullen. Omdat ze uh, ja, een, een lek hadden gehad. En daardoor was de ja de uitsmijter een beetje weg en Jeff Keely probeert het echt een half uur lang een beetje te rekken om dat, om daar ah. toch alles uit te halen wat er is red, uh, red, red hood red hood sorry red hood hij niet red mask red hood red hood ja red hood ja dat maakt toch verder geen uit het is echt de meest zieloze naam come on red hood hij was ooit Robin Er okay. is een heel, heel verhaal zit er achter hem maar is echt een, uh, ah, een drama Robin en helemaal als je Ar Arkham Knight hebt gespeeld dan weet je uh, hoe heet dat ja yeah. hmm. Oké. Okay. Anyways. Okay. Um, Naughty Dog die heeft nog een, 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 een standalone multiplayer game aangekondigd. Tenminste dat, ze, dat die standalone zou worden. En ja. dat uh, die game. Daar ja, zijn ze ook al zo lang mee al... bezig dat het dat eigenlijk. zat er dik in, vond. inderdaad. Ja, precies. Uh, dat moest eigenlijk inderdaad een soort van uitbreiding worden op de Last of Us 2. Uh, hmm. Inmiddels zijn we wat, twee jaar verder. Dus ja. Uh, ja. ja, maar ik, ik ben wel geïntrigeerd. Want het, het, uh, ik ben wel benieuwd hoe zij zeg maar een soort van. Narrative-driven multiplayer uh, Precies, game gaan maken. Een open wereld, ja. Ja, ook ja. wel benieuwd, maar. Mm, mm. Ja. Ik te, ja, ik, ik, ik heb ik kan me er niet zo heel veel bij voorstellen. Ik denk dan vooral een beetje aan hoe de vision uh, hoe de division is, zeg maar. Yeah. Oh, ja. Dat is ook ja. een ja. beetje een shared world met een verhaal. Uh, ja. Destiny ja. heeft Peter het Destiny, ook. Destiny, ja. 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 ja, ik weet maar, niet. Ik ja. ik heb wel die multiplayer van de uh, eerste Last of Us. Uh, ja, gewoon voor de, de trofies gespeeld, zeg maar. Ja, precies, een paar vond. uurtjes. Ja. En toen was je ja. ook wel klaar mee. Dus ik, maar nee, ik vond het wel oké okay of zo. Want die gameplay, en heel veel mensen die vinden die gameplay niet zo boeiend. Maar ik vind die gameplay echt gewoon heel chill. Dus het is gewoon wel de, de, de gameplay van de, van de single singleplayer goed vertaald naar multiplayer. Ja, ja. 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 Oké, okay, Af, dan gaan we verder. Uh, 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 uiteindelijk, wat, wat, wat geven jullie uh, de Summer Game Fest show van donderdag? Een vier. <laughs> ja, dat is het ook wel denk ik, ja. echt een vijf of een vier. Ik zat, ik zat een vijf te denken, maar ik, ik ben aan boord voor de vier. Ja, <laughs> ja ik vond het ook echt een redelijk matig. Ja. Vier is denk ik een mooi, een mooi cijfer. Uh. Um, en toen kwam Microsoft mm -hmm. afgelopen ja. weekend. Ja. En dat was wel even een dingetje. Dat, uh, al, al, laten we even eerst gewoon die, die gehele presentatie. En zij hebben gewoon ervoor gekozen om. Alles wat ze uh, gingen tonen, dat het speelbaar is in het komende jaar. Ja. Dus, een heel goede keuze. Uh, dus er zit er geen. Um, uh, misschien kunnen we deze game ooit spelen in 2024 uh, nee. tussen of of een of andere cinematic trailer waarvan je denkt van ja, hoe gaat het er in hemelsnaam uitzien als uh, als we hem kunnen spelen? Ja. Nee, het was eigenlijk over het algemeen gameplay. Ja. Um, met, uh, ja, met games die we kunnen verwachten in de komende tijd. En het waren er nogal wat. Het waren er iets van 32. Wat dat betreft vind ik het trouwens wel grappig, want uh, Ron Forstermans, famous van de van the Dark Side, die had van tevoren getweet iets van: Nou, uh, als er ook maar iets van 2024 in zit, dan uh, ga ik staken ofzo. Of, zo. of uh, dan I Riot. Ja. <laughs> ik weet niet of hij voorkennis had. Maar toen bleek dat er inderdaad alleen maar games van uh, binnen het volgende jaar. Dat vind ik een, een verstandige ja. beslissing of zo, want er was best nog wel ja. veel. En je weet van al die games: van, oh, kijk, okay, hoef hier niet super lang op te wachten. En dat het zou dus eigenlijk elke keer moeten doen, want uh, de vorige paar keer was het natuurlijk: uh, ja, we hebben studios opgekocht en misschien gaan die ooit een game maken. Partij, feest. Ja, ja. buiten dat, ja. wat ja, ja. ze erg goed deden, is gewoon trailer na trailer na trailer. Um, er zat niet heel ja. veel gelul in die presentatie en dat hebben ze eigenlijk losgeknipt en later in de week nog een keertje gedaan. Dus dan had je wat meer gesprekken met developers en dat soort dingen. Um, hmm. Dus inderdaad, qua, qua presentatie, qua show was het uh, ja, heel, helemaal top. Ja, wat vonden we van die Redfall uh, gameplay? Um, ja, ik, ik merkte dat niet Voor een show opener wat, vond ik het een beetje matig, eerlijk Ja, gezegd. ik ook. Ja, ik ook. Ik was daar dus totaal niet van onder de indruk. Ik ben sowieso niet zo van die game onder de indruk. Ik weet niet precies waarom. komt misschien omdat het deels een hero-shooter is. En dat doet me uh, te veel denken aan... Maar het is een uh, co-op hero-shooter. Het he? is een beetje uh, Left 4 uh, Dead-achtig, uh, toch? Ja, het doet me ook heel erg aan Overwatch denken. Terwijl het niet een, uh, een, een hmm. soort van uh, hoe heet dat PvP-achtig concept heeft. Maar ik nee, weet het is niet... Pv1, ja. Ja, yeah. het voelt mij... Uh, ...heel niet vernieuwend of zo. Het is gewoon van... ...oh, het zijn vampiers... ...en vampiers zijn hot tegenwoordig... ...want uh, holy shit... ...wat zijn er veel vampiergames. <laughs> uh, um, dus van... Uh, ...ja, het is inderdaad Left 4 Dead... ...of uh, uh, hoe heet die andere... ...ook met de vierende titel... ...die ik echt best nog veel gespeeld heb... ...dat is belachelijk dat ik die titel heb uh, blood. ...Back for Blood. Uh, yeah, back 4 Blood, for yeah. blood yeah. Ja, ja, ja. Alleen dan met vampiers... ...in plaats van zombies. Dat is... Ja. Yeah. ...ja. En dan een soort van... ...half grappig stijltje... ...dat me dan weer een beetje aan Borderlands deed denken... ...en daar ben ik niet heel gecharmeerd door. Nee. Dus, nee. Nee, ik, uh, ik was ook niet, uh, niet uh, weggeblazen door Redfall. Nee. Uh, er komt nog wel een beter aan... ...dus waarschijnlijk uh, kunnen we het zelf een beetje... beetje bevingeren voordat je... Uh, <laughs> ...denkt van, ga dat ik dan het, het. Altijd lekker. Moet je nou echt dat beeld ja, gebruiken? Eerst even lekker bevingeren. Als oude vieze man. <laughs> Heerlijk. <laughs> uh, daarna kwam Hollow Knight Silksong... die uh, voor de ja. Game Pass uit gaat komen... Uh, in het komende jaar. Uh, dat is best wel goed nieuws... voor mensen die houden van een, uh, van een goede Metroidvania. Ja. Want Hollow Knight is... echt wel een hele goede game. Verrassend eigenlijk. Als je kijkt naar het stijltje... dan denk je echt van... nou ja, het is redelijk simpel en... een beetje... een, een oké indie misschien. Maar daar houdt het wel mee op. Maar het is verrassend diepgaand en... Um, en uitdagend. Mm -hmm. Ja. Uh, en Silksong lijkt daar gewoon. Uh, het, het was eerst een DLC, hè? Maar dan hebben ze hebben die ook uitgebreid. Naar een uh, volledige game. Het is gewoon een volledige game, ja. 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 Dus uh, als je echt houdt van, uh, van dit soort platformactie. En, en Metroidvania-type gameplay. Dan is uh, Hollow Knight Silksong zeker wat voor jou. Daarna kwam High on Life. Van de makers van Rick and Morty. <laughs> ja, dit ja. vond ik wel. Dit deed me heel erg aan. Uh, uh, Stranger's Wrath, denk ik. Uh... Precies, omdat je die wapens hebt met, met levende ammo. Yeah. Uh, daar moest ik ook meteen aan denken, inderdaad. Uh, yeah. En sowieso en... die hele stijl. Die jongens die hadden wat lekkers gerookt uh, toen ze dat uh, ging, <laughs> gingen ontwerpen. Uh, ja, vandaar de, waarschijnlijk ook de titel High on Life. Precies. Yeah. Uh, uh, ja, het is echt een, een hele leuke trailer, vond ik. Ja. Yeah. Uh, met die wapens, inderdaad, die tegen je praten. En, en yeah. gewoon de humor, die wel echt een point was. Zeg maar zeker, zeker als je van een Rick en Morty houdt. Ja, precies. Die... Het is inderdaad van uh, Justin Royland. De, de, een van de twee makers van uh, Rick en Morty. En uh, ik vind Rick en Morty echt fantastisch. Het, is, uh, het, het gaat zo ver qua sci-fi ideeën. En dit uh, zou het ook wel eens. Nou, ik weet niet, in ieder geval half zo goed kunnen zijn dan. Ik vind uh, Rick en Morty verschrikkelijk. Maar ik, oh. vond dit, uh, ik vond dit best grappig. Ja, dus. Ik, nou, uh, dus uh, ja, ik uh, hij komt uh, oktober al uit, ja. dus dat is, uh, dat is al vrij snel. Ja. Uh, wel uh, raar dat we hier eigenlijk nog nooit eerder van hebben gehoord, maar uh, ja, ik uh, weet we zullen het, zien. Ja. Volgens mij heb ik daar wel een soort van uh, geruchtjes van meegekregen bij de Mnatsjoor. Daarna kwam Riot Games en die vertelde dus eigenlijk dat... Uh, op Game Pass Via Game Pass kun je al de Riot games. krijg je alles unlocked. Dus alle Agents in Valorant. Alle uh, Heroes in League of Legends. Voor ja. alle Legends, dan waarschijnlijk. Um, dat is denk ik een hele goede set. Er zijn echt enorm veel mensen die uh, die, die Riot games spelen. Dus uh, ik denk dat dat voor Microsoft een hele goede set is. En voor mij uh, betekent dit dat ik Valorant ga spelen via Game Pass. Hey, uh, Hello, jij speelt Valorant gewoon. Af en toe. Maar goed, ik heb dan niet alle heroes. Dus dan, uh, dit is voor mij wel echt een uitkomst. Precies. Ja, uh, toen kwam Playtale Requ Requiem. Ja, die vet. komt ook al in dit jaar uit. Ja. Um, Hebben jullie die gespeeld? Ik heb die nog ja, nooit aangeraakt. Die ja, ja ik, ik, ik had die game nooit gespeeld, ondanks dat iedereen om me heen zei: ga die game spelen. Uh, ja, en toen kwam toen, weer bij PS Plus. Precies, en toen kwam die update uit voor de PlayStation 5 uh, en op PlayStation Plus. En toen heb ik het opgezet. En uh, ja, wat een vette game, jongen. Ook heel verhalend. Uh, met stealth gameplay. Uh, maar zo aandoenlijk. En, en die setting is fantastisch. En die characters zijn, zijn echt meestelijk. Uh, het, 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 het is spannend. Met een, een vleugje horror zit erin hier en daar. Uh, maar het gaat natuurlijk ja. om, die, om die plaag. Uh, yeah. en, en, en wat we zagen van deel 2 uh, zag er grafisch een stuk mooier uit. Uh, voor de rest, een beetje meer van hetzelfde, I guess. Maar heb heel veel zin in, echt. Oké. Toen kwam Forza Motorsport, die in de herfst van 2023 uit uh, moet komen. Eindelijk. Um, ja, ik, ik, ik zag hem van tevoren al wel aankomen, natuurlijk. En, en bij altijd bij dit soort shows, dan zie je een trailer van een autogame en dan denk je van ja, oké. Okay ja, ja en dat, dat heb ik ook altijd inderdaad en nu is het soort van oh, nu is het zeg maar weer uh, Forza Motorsport gewoon één zeg maar uh, we gaan terug, mm -hmm. het is een reboot I guess ja. en en ik van nou, ah, dan hebben ze ja. vast wel een, uh, een, een goed excuus om waarom het een reboot is maar uiteindelijk is het nog steeds van oh betere AI beter uh, uh, ja. weather beter uh, dit ja. Eh. Ja. ja buiten dat maar, uh, de trailer ja. die ze lieten zien ging meer om de omgevingen dan om het rijden zelf dat vond ik ja, heel precies. bijzonder. Uh, en ja, ja die klopt. games ziet er fantastisch uit. Maar dat weet je, hebben we eigenlijk ook al gezien in Forza Horizon: ja. um, dat ja. Forza games er, er meestelijk uitzien. En dat is nu ook. Um, ik had graag wat meer van de game zelf willen zien. Uh, en ook qua gameplay: ze rijden echt een, een half rondje of zo. Ja. Um, het, was, het was karig qua, qua gameplay. Maar het, het ziet er fantastisch uit. En de plannen die ze hebben klinken op papier heel cool. Um, maar... maar ze gingen zeg maar meteen inzoomen op een soort van stukje, stukje gras tussen de track, tracks dus, in ze begonnen met die, met die waterval <laughs> uh, en dan volgen ja. ze een stukje een auto die, die langs komt rijden en dat is heel cool gedaan want het is allemaal één shot uh, waarin ja. ze dus laten zien dat het allemaal in engine is dus, dus dat is heel vet hmm. uh, maar vervolgens het eindshot is ook het, hetzelfde als het begin dus het eindigt ook weer met dat beekje uh, ik, je ziet echt vier auto's in die hele trailer of zo. Echt, what the fuck? Ik, ja. ja, ik weet niet. De focus of zo ligt heel raar. En die omgeving uh, is ook uh, best wel relevant in een fucking Forza Horizon game. Maar in, ja. in, 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 ja. in een game waarin je daar niet eens komt. Daar geraak je alleen als je iets verkeerd doet, weet je? Ja, Is het, het... Is het niet zo heel relevant, toch? Ik bedoel Precies. En als ik, als ik terugdenk aan, aan hoe Gran Turismo werd geshowt, hebben zij ook wel met pracht en praal geshowt. Maar vooral meer op de auto zelf en de tracks. En yeah. ik had het idee dat Turn 10 meer bezig was met... Kijk eens hoe mooi onze bomen zijn en zo. En dan denk ik van, ja, oké, okay, dat is allemaal leuk. Maar inderdaad, in een circuitracer, who cares? Ja. Yeah. Um, dus, ja, een ja, beetje gek of zo. Maar ik hyped voor die game heel veel zin in. Het is natuurlijk, wat is het, vijf, zes jaar geleden nu? Voordat, of toen Forza 7 uitkwam. Um, ja. Dus ja, ik, ik ben wel heel benieuwd. En ik ben ook vooral benieuwd of ze... Weer over krant heen gaan, zeg maar om het maar zo te zeggen. Uh, ja, dus ik ben ook wel ja, heel benieuwd. Zin in, uh, ik had vooral de dingen die ik zag, dacht ik van oh, zat dat er eerder nog niet in dan? Ja, <laughs> ja, ja. ja precies, ja. Zo van oké, die omgeving uh, die er is, is mooi uitziet, dat zei ze gewoon letterlijk. Oh, deze bomen zien er mooi uit. Oké, ja, en zei, okay, ja. Yeah, whatever. Ja. En dan vervolgens zie je. Ja, en de, het is real time. Dus je, het wordt dan vanzelf nacht. En dan van, ja, maar ik heb dat ook al eerder gezien. Er zaten een paar soort van dissen in naar Gran Turismo. Waarin ze inderdaad zeiden van, hè, we hebben weather effecten. Uh, en dat hebben ja. we op alle tracks. Uh, we hebben de, de tijden, dat hebben we op alle tracks. En dat zeggen ze zo, omdat Gran Turismo dat niet heeft. Ja. Bij Gran Turismo oh, okay, is het op bepaalde tracks. En zo zat er nog een... Er zat nog een ander kutgeintje in. Wat ze echt uitzonderlijk zeiden om... Oh ja, uh, over die raytracing. Dat ze raytracing on track hebben. Uh, uh, en dat ja. heeft Kranteris ja. maar ook niet. Dat al, al, al uh, heeft... okay, ja. vind ik wel een beetje weak. En ik vind het heel maar dat, vond ik dat jij wel, dit... dat, Ja, ik ja. Vond het, dat vind ik ook een beetje weak. Maar ik vond ja. het wel vet om, om te zien hoe je zeg maar, dat ene... Die, die ene auto, Zo. die reflectie. Ja, dat was wel echt heel cool. Ja. Dat vond ik wel vet. Dacht ik van... Ah, absoluut. Ja, maar hoe, hoe snel gaat dit, zeg maar... Ja, hoe, hoe leg ik dat uit? Ik heb het gevoel dat dit alleen maar. Uh, dat dit heel snel uitgeschakeld wordt zodra de, 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 je ver weg bent of zo. Stapje, je wat ik bedoel? Als in... uh, zeker. En je zag ook wel dat de resolutie van de reflecties. die zijn een stuk lager dan de rest. Ja. Ja. Uh, ja. Dat soort dingetjes zeker. En straks pas op een hele vette PC. gaat die, die ray tracing shit echt shinen. Um, maar het is wel tof dat ze. Ja, technisch dus eigenlijk een stapje verder gaan dan Gran Turismo. En dat is interessant. Mm. Ja, toen kwam uh, Flight Simulator 40th Anniversary. Ja. Uh, er kwam nog een Halo Infinite uh, ja. linkje aan. Geinig. Weet je wat ja. ik het meest. Uh, zou ik gewoon even zeggen wat ik het meest indrukwekkend vond van deze hele. En wat ik niet had verwacht van deze hele presentatie? Want ik, ik kan. Uh, volgens mij zitten we al bijna op de anderhalf uur en uh, mensen beginnen ja. veel te raken. Ik voel het. Ik voel het. Henk daar achterin, I don't care anymore. Uh, 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 Diablo 4, yeah. ben ik nu hype yeah. voor. Ben ik nu echt serieus hype voor? En dat had ik niet verwacht. En ja. dat, sowieso vind ik ook dat Blizzard het niet verdient. met een hele fucking kut bedrijf dat ze hebben. <laughs> uh, maar dit. wat ze nu verteld hebben. en ik heb me op zich die game ook niet heel erg gevolgd. dus ik wist ook niet. Ik weet ja. ook niet of dit allemaal al bekend was. maar het hele open wereld uh, aspect. Het shared world aspect. Mm -hmm. um, het, het hoe het eruit zag ook. Ik voor Diablo 3 heb ik zeg maar één keer een 24 uur gestreamd. daarna nooit meer aangeraakt. Dit, de lijkt de me echt, uh, dit lijkt me echt een soort van bijna goede opvolger voor Elden Ring. Ook om samen met andere mensen te spelen. En oh. ik, okay. ik ben heel erg ge ge geïntrigeerd door wat dit is. En, uh, ik was, was ook wel geïntrigeerd... maar ik hoef het niet per se met andere mensen te spelen. Ik vind Diablo toch wel echt een ja. beetje uh, de, vanaf Diablo 2 uh, heb ik vooral dan. Eens. Ja, snap ik. Uh, voor, voor mij het hoogtepunt uit de, uit de serie. Voor iedereen, denk ik. Toch? Is voor mij echt een de dun dungeon crawler gevoel. Uh, dat je helemaal in je eentje aan je lot bent overgelaten. Ik vind dat wel echt het Diablo-gevoel. Waarbij drie, ja, dat is een beetje weg. En bij vier, ja, leggen ze ook weer de nadruk op, een, uh, op dat grote gebeuren, zeg maar. Dus dat hoeft voor mij niet. Maar ik vond het wel echt super vet uitzien. Dat ben ik wel zeker met je eens, Wouter. Ja, en, uh, nou ja, oké, okay, misschien niet het meest indrukwekkend. Want Starfield was natuurlijk ook wel. Hoewel ik daar... Ja, laten we even... Want ik heb ook nog wel een aantal dingen. Ja. Uh, Overwatch uh, 2, uh, wat free-to-play wordt, was al interessant. Oh, ja. uh, Lightyear Frontier, dat leek me echt wel heel vet. Een soort van um, ja, maar Stardew weet je, Valley in space. Weet je wat, nou, ik denk dat het juist meer een survival game in space uiteindelijk wordt. Want er zit zo'n mysterie in. En, en je bent eigenlijk best wel bezig met dingen die je ook in survival games doet. Dus... Oké. Okay. Ik, die... nou, ik vond het wel interessant. Ja, op, het wel op zich fijn. en Je kunt het wel. met ja. meerdere mensen spelen ook. Ja, ik vond het ook wel um, interessant. Ja. Uh, wat ik ook heel cool vond, was The Last Case of Benedict Fox. Um, dat is een soort van, uh, ja, hele coole side-scroller platform, ja. Uh, ja. mysterie ding. Beetje Lovecraftiaans uh, uh, vond ik het. En dat is uh, ja. een triggerwoord voor mij. Als ik dat langs zie komen in persberichten, dan denk ik Ja. Ik leek ook wel de enige die Cocoon heel erg vet leek. Uh, cocoon, uh, onder andere gemaakt door mensen die ook hebben gewerkt aan Limbo en Inside. Dat vond ik er heel uh, vet uitzien. Het is van Annapurna. En Annapurna die, uh, die, die is heel erg specifiek bezig met wat voor games ze uh, uh, publiceren of uh, publishen. Als in, het moet origineel zijn, het moet emotioneel zijn, het moet... En uh, ja, ik vond dit ook wel interessant. Het, heeft, het had een beetje een soort van. Uh, je ging steeds warpen door verschillende gates. Dat was een beetje het idee, toch? Uh, dan had je zo'n ja. knikker. En dan als je die knikker ja. ergens neerlegde, dan ging je naar een andere wereld of zo. Dat is een beetje het idee. Ja, er zitten allemaal werelden in een soort van knikker, inderdaad. Dat vond ik wel echt uh, heel cool uh, gedaan. Ja je multiverse um, of madness alleen dan uh, met een soort van insect als was, was... en van deze makers verwacht ik ook gewoon even eh, wel wat diepgaan en wat uh, ja, echt super mysterieuze shit wat waar je in het einde van de game denkt van ...wow, what the fuck yeah. ja. met dat soort yeah. uh, ja met, met dat soort plot twists en uh, maar ook vooral visuele plot twists hè. er zit vaak weinig dialoog in of wat dan ook ja ik ben daar dus, wel uh, ben, zeker ja um, ja, zullen we dan gewoon beginnen? Starfield. Ja, ja, zeker. Ik, uh, ik vind het interessant, maar ik vond het wel heel erg shooterachtig, I guess. En dat is uh, het thema erg aan Cyberpunk, denk ik. Ik, ik. Duizend planeten lijkt me een beetje over, overkill. <laughs> uh, want ik, ik zag al, ik, ik denk dat niet dat alle duizend even boeiend zullen zijn. En ik vond het er allemaal te. Aards uitzien of zo. Ik had niet zoiets van: wow, dit is echt een andere planeet. Mm -hmm. uh, maar het, het voelde allemaal zo van: nou, dit, dit zouden ook verschillende continenten kunnen zijn op aarde, allemaal. In plaats van verschillende planeten, of ja. you know mm -hmm. what I mean. Mm -hmm. uh, en daarbij komt het feit dat het niet. Er zitten geen soort van alien rassen in die, zeg maar, sentient zijn in humanoid. Het zijn allemaal beesten mm -hmm. en dieren. En waarschijnlijk is er nog wel een soort van verhaal, uh, of hoe heet dat? Een soort van uh, narrative. Dat, dat je wel in contact komt met, zeg maar, aliens die slim zijn. Want daarvoor, daarvan zijn al die, ja. uh, die artifacts die je moet vinden waarschijnlijk. Uh, I, I, ik ben uh, super fucking geboeid. Maar ik, ik, heb niet, ik ben niet meer hyped geworden hierdoor. En jij volgens mij wel. Tjie, ja, ik zie het aan je. Absoluut. Maar ik wil het van Florian ook even horen. Ik uh, was enthousiast uh, door het idee van die game. En toen, tijdens de presentatie, dacht ik alleen maar. Dit is gewoon No Man's Sky. Ja, uh, Maar dan iets mooier, realistischer, maar grijzer en grauwer. Ja. En uh, ja, ja, ja. I don't care anymore. Uh, ik, ja, dat snap ik heel erg. Dit is grappig, want ik, uh, ik, ik uh, heb het letterlijk hier geschreven. Ik ben uh, zwaar benieuwd en hoop dat het allemaal iets meer wordt dan een mooiere, meer verhaalgedreven versie van No Man's Sky. Hey, broemdjes. <laughs> Daar hebben we hem. Ja, nee, ja. Ik, nou, we, uh, laten we, we laten we vooropstellen dat No Man's Sky tegenwoordig echt een hele goede game geworden is. zeker. Absoluut. Zeker, zeker, Absoluut. Zeker. Absoluut. Zeker. Absoluut. Dus dat op leken. zich is dat ook helemaal geen, geen slechte vergelijking of geen slecht voorbeeld of zo. Nee. Uh, it's just... Yeah, weet je, het voelt gewoon als Bin there. Uh, in ja, de, en ik vond de, ik ook vond de combat gewoon. ook niet zo boeiend of zo. Het was voornamelijk schieten en ik had iets meer ja. verwacht of zo. Hmm, en, ik weet niet. Ik snap dat je geen magic hebt in Space. Uh, uh, maar nu was Hoezo? het. Ja, Hoezo? Dat vond niet. Dat, maar dat is niet Spacey, man. What? <laughs> okay. yeah, I guess not. Hmm. Magic, yeah. ja. Magica maar Moschus het was meer, Fallout, was meer Fallout in space dan Skyrim in space. Wat ze eigenlijk altijd hebben gezegd. Hmm, ja. ja, maar het ding is. Uh, Fallout had natuurlijk gewoon dat, uh, dat freeze-framen van de actie. Weet je wel? Ja, precies. En dit is gewoon ja. real-time, zeg maar, gewoon knallie, knallie, knallie. En dat. Ja is gewoon cyberpunk en nou, het is niet gewoon ik, dat is niet eerlijk want cyberpunk is natuurlijk een, een slecht voorbeeld um, en je kunt in principe alle shooters en RPG's wel met cyberpunk gaan lopen vergelijken en dan zeg je wel iets wat klopt maar het slaat het ook eigenlijk nergens op tegelijkertijd maar dat zijn ook wel veel veel the outer worlds toch ik denk dat the outer worlds ja um, ja maar die heeft dan weer beetje... een wat eigenzinnige... ...stijltje of zo weet je ja maar die heeft een beetje die Fallout stijl toch ja en ja, dit... maar ik denk dat, dat dit een soort van uitgebreidere uh, Outer Worlds is. En iets minder. Oké, okay, laat, laat ik jullie vertellen waarom ik enthousiast ben. Ja. Ten eerste, je moet sowieso de game, de, de, de trailer even bekijken in, in 4K op je tv. Dat is echt een aanrader. Als je het alleen via de stream hebt gezien, dan ja. is dat uh, de, denk ik niet echt een goede een goed voorbeeld van wat je kan verwachten. Sowieso is tweede. dat een lopend probleem met al die streams, maar goed, ja. Ja, zeker, zeker. Maar in dit geval is dat wel even de moeite waard. En dan moet je dus gewoon ook even kijken naar de uh, details. Want op het moment dat je in zo'n stream zit... <tieks> dat, de, het komt allemaal nieuw op je in. Je gaat niet na, in de details duiken. En, en elke keer als er dan een character creation scherm langs in komen, dan denk je ook van, ja, whatever... Maar je kan uit dat soort schermen kan je juist echt super veel informatie halen van wat je, uit, wat je uiteindelijk in die game kunt doen. Want je hebt bijvoorbeeld, kun je je eigen background kiezen. Want ik, ik heb dus gewoon echt op elk punt waarop het kon, heb ik gewoon een, uh, op pauze gedrukt en gewoon gelezen wat er allemaal uh, gaande is. Zeg maar. okay. Dus je kunt je eigen background kun je kiezen. En dan kan je bijvoorbeeld kiezen dat je uh, 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 ouders hebt uh, die nog leven. En die hebben dan ook nog een huisje ergens op een planeet. Vet cool. Waar je dus ook naartoe kunt gaan. Uh, en, en, en wat dan ook. Uh, het, het nadeel is dat je um, 10% van je uh, inkomen naar je ouders stuurt. Want die hebben toch wel uh, <laughs> oh, dat soort cool. shit. Dat zijn van die gekke dingetjes. Uh, Waarbij ik wel. Dat uh, uh, is super leuk. Omdat het echt dat, dat roleplaying. Wordt daarmee versterkt en dat is dat is natuurlijk totaal anders dan wat je in No Man's Sky ziet. Je kunt ja, er bijvoorbeeld absoluut. ook ja. ervoor kiezen dat je al een huis hebt, ergens. Maar dat betekent dan wel dat je wel een hypotheek moet betalen. Ja. Weet je? Dat, 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 dat zijn van die dingen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk allerlei verschillende <laughs> facties. Cool. Je kunt uh, als backstory kiezen dat je bent opgegroeid onder uh, uh, The Great Serpent. Uh, dat is een of andere soort gekke religie, weet je, en dat, dat, dat heeft weer met allerlei dingen te maken. Je hebt uh, van allerlei uh, facties, piraten. Uh, je kunt bounty hunter worden. Um, je kunt allemaal trades kiezen die, die, die interessant zijn. En natuurlijk, wat we allemaal kennen van de Bethesda games... zoals Fallout en, en The Elder Scrolls. Maar als je dit dan allemaal ziet, dan vergeet je dat al heel snel. Omdat het, al, omdat het gewoon ziet als een generic shooter in space. Ja, weet je, weet, weet je maar, wat het ding is? Ja, vertel verder. Sorry. Dat, dat, je, je, je ziet aan die trailer dus niet... Dat als je dan even aan het, aan het schieten bent daar, zie je dus niet dat, dat daar gewoon een heel verhaal achter zit. Met heel veel side quest en, 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 en weirde personages die, die rare wensen hebben en waarbij je side quest krijgt. Um, dat je gewoon basis kunt bouwen. Want toen ik dat zag, toen dacht ik hé, je kan basis bouwen, oké, okay, cool. Mm -hmm. Maar. Ja, maar zit er zit een resource management achter je. Ja. 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 Mm -hmm. ja, precies. Maar, maar dan dat kan je jezelf gekruist. Je kan je, je, eigen je, kan je ook. Je eigen... zo. Ja, maar je krijgt je eigen crew verzamelen. Uh, die kun je daar uh, die, die resources laten verzamelen. Maar dat vind ik gewoon echt heel cool, weet je. Dus de step voor je gaat ergens naar een planeet, een ijsplaneet. En je hebt, uh, weet ik veel, ijspegels nodig. <laughs> dat denk ik niet, maar... Weet je, dan zit je dan gewoon... Dan ga je praten met vijf mensen en die sturen je naar die ijsplaneet. En dan heb je, ben je straks echt gewoon een ijsplaneetkoning. Uh, ja. die, die, die de ijspegel-monopolie heeft. Waardoor je weer allemaal vette shit kunt kopen. Uh, schepen kunt bouwen. Je kunt zelfs schepen stelen, had ik gezien. Ja, dat was wel cool in die uitgebreide presentatie. die een paar dagen terug was nu. Um, daar gingen ze er inderdaad ook nog iets dieper op in. En wat ik wel vet vond. is dat je dus heel erg. Het soort van de vrijheid hebt in die game. Uh, want ja. mensen die zeggen aan de ene kant. wauw, wat tof dat je duizend planeten kan bezoeken. En, en de andere helft zegt, holy shit, waar moet ik beginnen? Dat is overweldigend en, en weet ik veel wat. Uh, maar er werd wel echt uitgelegd dat ja, je kan gewoon dus zelf op onderzoek gaan... en een beetje gaan en staan waar je wil. Maar er zit ook wel echt een soort van, ik hou je handje vast mode in... Uh, ja. waarin ja. je langs een, een, een story gaat en, en op die manier... Ja, maar dat wat, is in No Man's wat... Sky precies zo. En No Man's Sky ook precies, doen wat je wil... goed je ding. kan het verhaal uh, uh, exact ja. volgen. Ding is, we, heeft veel maar hard... in No Man's Sky heb je gewoon veel minder verhaal. Ja, ja maar dat is precies. het ding. Want no Man's uh, Bethesda Sky was, was... Is zijn hele goede yeah. wereldbouwers. Bethesda mm -hmm. maakt fucking goede werelden. Maar zij zijn geen goede character uh, schrijvers. Ze zijn geen goede verhalen schrijvers op het gebied van emotie en op het gebied van zeg maar interessante personages. Ik kan voor alle fucking Fallout games die in Skyrim games die ik gespeeld heb, kan ik me nog amper één fucking boeiend personage recallen. Uh, die hond uh, recallen. Toch? Die hond? Je? Die ja, de hond inderdaad, <laughs> omdat hij geen fuck zegt en die Dog Ja, dat inderdaad. <laughs> en dat ik hoop dat ze misschien daar iets meer in geïnvesteerd hebben... als in misschien betere schrijvers... als in misschien iets meer uh, nagedacht hebben over personages. Um, I don't know. Misschien uh, character traits hebben verzonnen voor hun personages. Ook naast het feit dat jij ook character traits hebt... wat ik ook wel boeiend vond yeah. trouwens. Uh, maar ik hoop gewoon dat het niet een, weer zo'n fucking poppenkast wordt... zoals... Uh, ik vond dat allemaal nog prima in Skyrim. Ik vond dat prima in Fallout 3... Uh, dat je zeg maar van na een poppetje een quest haalt en dan weer terugkomt bij het poppetje en die zegt dan iets, maar mm. het maakt allemaal geen fucking impact wat ze zeggen, want het is, zit allemaal geen emotie achter ja. of zo. Het zijn, We zijn allemaal... er wat geëvolueerd in in wensen in uh, wat wat mensen voor diepgang hebben waarmee je praat, tuurlijk. Ja. Je moet ik bedoel, het is uh, uh, games zijn meer dan alleen fun. Je moet ook iets voelen, zeg maar. Je moet ook iets als jij een band hebt met een character in zo'n game, dan is zo'n game duizend keer interessanter dan als je gewoon. Uh, ja, gewoon praat omdat je, omdat je een, een dialoogtree doorheen wil, omdat je dan een quest wil doen. Um, en ik hoop dat ze daar wel iets in, ge in geïnvesteerd hebben. En dat haal ik nog niet uit deze trailer in ieder geval. Want ik zie nog steeds hmm. mooiere, mooiere poppetjes. Uh, met meer gezichtsuitdrukkingen. En, en qua facial animation zag het er goed uit. Maar ik hoop dat er wel iets meer varten is gestapt qua personages. Ook al zijn het er maar een paar, weet je. Ik bedoel natuurlijk niet... Er hoeven geen duizend planeten vol zitten met ja. allemaal boeiende, boeiende mannen, mannetjes. Maar uh, ja, op zich een paar zou ik, zou ik toch wel fijn vinden... om ja. een soort van emotionele band te krijgen met die, met die game. En als ik dat niet heb... Ik vind dan... gewoon de scope van de game wel echt heel vet. En, sure, en het feit... We gaan ongetwijfeld 2 die duizend planeten... Natuurlijk hoef je daar niet op al die planeten... Uren rond te gaan lopen en allemaal uh, vette shit te ontdekken, dat, dat is natuurlijk niet realistisch. Nee. Ik denk niet dat ze dat ook van je verwachten. Ik denk dat je gewoon je hebt natuurlijk in het echt ook gewoon planeten. Dit zijn dat is alleen maar zand, of de planeten het zijn ja, ja, alleen, ja, maar, ja, ja. alleen maar ijs. Weet zeg, je, dus dat zijn, maakt uh, 900 Tatooine's zijn er. <laughs> Maar goed, maar wat ik, waar ik dus wel vanuit ga is dat ze gewoon wel echt een paar planeten. Dat dat echt super vet is gedaan. En dat die, die, die artefacts die je moet zoeken in, in, in spectaculaire gebouwen en, en ruïnes te vinden zijn. Uh, met allemaal personages die hopelijk inderdaad wat interessanter zijn. Maar ik kan niet wachten. Ik heb er zoveel zin in. <laughs> um, cool. En misschien valt het tegen. Maar ja, dat is dan pech. Wil je nou samen, samen heb... met mij gaan reviewen wat This live. Let's go. <laughs> no, man. Dit soort games is het echt het beste om zeg maar te, met middenmensen te reviewen en dan twee totaal verschillende. Ja, want dan maak je allerlei ja. twee verschillende dingen mee. Ja, ja, ja. ja. Dat is echt. Dat uh, gaan we doen? Er kan één voluit uh, voor het verhaal gaan en de ander volop op de side quest bijvoorbeeld. Uh, dat is altijd wel. Dan krijg je veel meer beter beeld van zo'n game. Ja. Ja. Laten we het doen. We moeten hem ook afsluiten. Ik, ik wil nog één ding nog aanhaken voor Florian, want jij was waarschijnlijk ontzettend enthousiast over Half-Life Alex Levitation die tijdens de PC Gaming Show nee, uh, werd ja, getoond. Nadat. Sowieso tof, was dat een coole show trouwens. PC Gaming Show vond ik echt uh, tof, echt heel tof, tof, tof. tof. Nou, ik 6, vond 8. het super cringy, maar ook goed. <laughs> nee, joh, ik, <laughs> ik vond dat, ze gingen juist vol voor die overdreven geeky uh, vrolijkheid. Ik vond dat wel een goede stijlkeuze of zo. Ik vond het wel mm. vet. Nee, ik vond het af en toe okay. ja jullie Komt niet oké okay, nou nee. fair enough ja. fair enough, ja. fair enough. <laughs> maar levitation was vet toch ja zeker zeker ah oh, ja. zo, zo vet zo ja. vet ik ja. moet uh, Half Life Alex ik dat is ook precies wat ik in mijn stuk over de PC gaming show zei van uh, ja er zijn allemaal games die als ik ze even tijd had zou ik ze spelen en dat heb ik niet want ik heb Half Life fucking Alex nog niet eens gespeeld en dat, dat, is is wel, uh, <laughs> ja, dat is best ernstig ja, ja. ja. Oké, okay, we zijn aan het einde gekomen van deze PowerPrate en eigenlijk hadden we nog wel een uur door kunnen lullen. Uh, maar Zeker. die houden we jullie even te goed aan. <laughs> uh, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, geef ons dan even een paar sterren op uh, Spotify bijvoorbeeld. Uh, schrijf een recensie voor Apple Podcast. En uh, geef een comment, laat een comment achter in, uh, in YouTube of op pu.nl. Dat vinden wij leuk. En misschien kom je dan wel in de comments van de week. Florian bedankt, Wouter bedankt. Ik zie je over twee weken weer. Doei. Ja, yeah, till next time in jouw love crib.